Dat is de pizza. Even omtoveren tot mens. Doe dat maar open. Halloween is de enige dag in het jaar dat we ons monsterlijke zelf kunnen zijn. Best slim voor iemand die brandweerauto's achterna zit. Ik krijg hem een keer te pakken. Oké, daar gaan we dan. Hoi, bedankt voor de pizza. Dat wordt smullen in mijn Halloween kostuum. Ik ben geen echte heks. Doei! Nou, gelukt. Hé, we kunnen wel naar Splatsburgers Halloweenfeest als onszelf. Goed idee. Niemand ziet dat we echte monsters zijn en wie het wel ziet, die eten we gewoon op. Jullie eten niemand op, want jullie gaan niet. Kom, wat? We weten dat het moeilijk is sinds de Monsterbond ons overplaatst naar Mensendorp. Maar we moeten voorzichtig zijn. Niemand gaat de deur uit zonder vermomming. Ach, kom op. We beloven dat we ons familiegeheim niet zullen verraden. Ja, of Nora laten gebruiken als wc-papier. Sorry, maar we kunnen Chloe niet vertrouwen met haar kleuterzombie-eetlust. Kleuter? Ze zoog de hersens leeg van de halve kast van die ene soap. Hersens. En als we een oppas regelen? Dat mag, maar dan moeten we iemand vinden die al geen hersens heeft. Fijn dat jullie aan mij dachten. Chloe en ik krijgen het vast reuze gezellig. Hoe kunnen jullie mij alleen thuis laten, monsters? Je weet de regels nog wel, toch? Jongens, doe de bril omhoog. Meisjes zitten ook graag droog. De oppasregels voor Chloe. Oh, ja. Als je Chloe niet meer ziet, dan klopt er iets niet. Komt helemaal goed. Gaan we? Zo, Chloe. Wat zullen we eerst eens doen? Mijn hersens bevriezen. Heb jij hersens dan? Tuurlijk. Hoezo? Ik vraag het maar voor een vriendin. Kijk eens uit, broccoli snuit. Hoe durf je? Brutus broccolitis. Ik had gelijk. Wou er iemand broccoli? Jullie zijn echte monsters. Grijp ze. Waar hebben jullie die nou weer vandaan? Knuppels en hooivarken met kop. Wat moeten we nou? We paaien ze. Met dansen. Mensen zijn dol op dansende monsters. Domme dansje. Grijp ze! Ja! Oh nee, we gaan eraan! Laat mijn familie met rust! Chloe? Ga eens opzij, Halloweenies. Ik ben niet bang voor mini-monsters. Wat wou je met me doen? Je brein opeten, liefie. Sorry, Colosso. Jij verliest. Geef me nog één poging. Ik heb nog één ding dat jullie geheidangst aanjaagt. Een foto van mij zonder mijn vacht-extensions. Dat was echt te makkelijk. Mijn handen doen zeer van al die handtekeningen. Jouw handen doen zeer? Ik accepteerde net 43.000 vriendschapsverzoeken. Hé, hey, deze enorme visite gebeurt niet zomaar vanzelf. Oh nee, helemaal vergeten. Sorry, Chloe. We moeten het later maar doen. Onze fans hebben ons nodig. Maar ik heb een heleboel net alsof thee. Vergeet het, Chloe. Het is duidelijk dat ze niet komen. Ik vind het rot voor haar, maar er is gewoon niet genoeg tijd om te reageren op alle fans. Tenzij we al onze fans verzamelen op één plek en ze allemaal tegelijk ontmoeten. Zoals een conventie. We noemen het ThunderCon. Billy, dat is briljant. Waarom heb je niet de hele tijd van zulke ideeën? Au, hersenpijn. Ik wil maar mijn papa monster halen.
wat net alsof thee, alsjeblieft. Alsjeblieft. Hallo? Chloe? Billy en ik zitten in een probleem en je moet ons helpen. Ik help jullie wel. Morgenochtend. Ze komt niet. We moeten hier zelf zien weg te komen. Billy kan jullie allemaal verslaan in 2 seconden max. Toch, Billy? Billy. Waar ga je heen, gast? Goed. Sinds jullie geheim weg is, functioneren jullie duidelijk niet meer als goede superhelden. Ik heb maar 1 oplossing. Vertel niks aan de Zivors en trouwens ook niet aan de Zivors. Oh, ik heb het hen al verteld. Ik bedoel dat jullie herplaatst moeten worden naar een plek waar jullie weer undercover kunnen zijn. Wacht, moeten we verhuizen? Gaan we nu weer staan als we iets zeggen? Is verhuizen niet wat overdreven? Dit dorp houdt van de Thundermans. Gaat u verder? Breng mij het rad der herplaatsingen. Wat een leuke manier om ons leven te verpesten. En mijn vrienden dan? En Allison. En ik dan? Ik weet net hoe onze straat heet. Het spijt me, maar superhelden moeten mensen alleen redden. Niet in gevaar brengen. Jullie verknalden het, baby's. Henk? Draai maar aan het rad. Niet te geloven. De plek waar je stopt wordt ons nieuwe thuis. Mama, papa, ik mis Geldorp. Oh. Snap ik, lieverd, maar... We wonen nu hier. Kom op, lieverd. Dan gaan we je pop bevrijden uit haar ijsgevangenis. Colosso belt. Kijk eens wie er teruggehopst is. Max, je moet terugkomen. Al je vrienden lopen gevaar en die candy meid probeert de hele stad te hersenspoelen. Colosso! Hoorde je dat, Phoebe? Hij zei dat onze vrienden in gevaar zijn. Toe, je kleine verkleedvriendje zegt alles om je terug te krijgen. Hé, hey, doe me een plezier en bel Cherry. Best, maar alleen omdat ik dan niet met jou hoef te praten. Oproep geweigerd. Dat is raar, Cherry neemt mij altijd op. Ze nam zelfs op toen ze aan het duiken was. Haar telefoon lag maandenlang in de rijst. Dat is het bewijs. Er is echt iets aan de hand. We kunnen het aan papa en mam vertellen. Wat vertellen? Mijn konijn is een drama queen en Cherry snapt niet hoe de mobiel werkt? Ik ga terug naar Scheldorp. Wow, 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 Max. Als voorzitter Kickbutt je in Scheldorp betrapt, verlies je je krachten en word je nooit meer een superheld. Dat risico wil ik wel nemen. Ik laat Scheldorp niet nog eens barsten. Als jij niet mee wilt, eigen keuze. Max, wacht. Ik ga met je mee. Wat ben je voor superheld als je de mensen om wie je geeft niet beschermt? Brillen, Max. Wie is die Max waar je op doelt? Ik ben gewoon iemand met slechte ogen. Oké, bedankt voor de lift, Chloe. En onthoud, vertel niemand waar we zijn. Duh, ik wil mijn krachten niet kwijtraken. Oké, Candy. Laat maar zien wat je in je schild voert. Niet kloppen. Het is ons huis niet meer. Ga maar binnen. Okay. We riskeren onze krachten voor een feestje? Allison haat feestjes. Ik ga dit uitzoeken. Hey Allison. Gaat het wel goed? Candy Valkenman is mijn beste vriendin en de liefste meid van de hele wereld. Ik mis Geldorp nog steeds. Ik ook. Ik wil weer naar huis. Kijk, jongens. Thuis is geen plek op een landkaart. Thuis is waar je familie is. Thuis zit in je hart. Onze harten zijn bevroren. De kinderen hebben gelijk, Henk. Ons gezin hoort thuis in Scheldorp. Weet ik, maar je hebt voorzitter Kickbutt gehoord. We kunnen nooit meer terug. Ja. Waarom niet? Ik heb Max en Phoebe teruggebracht. Chloe?
Heb je Max en Phoebe teruggeteleporteerd naar Schuildorp? Dit is best gênant. Oh, willen jullie meer zoetigheid? Wat dachten jullie van een drop, Peter Zweep? Kauwgomval. Met bananensmaak. Oeps, je hebt iets laten vallen. Oh, dat vergat ik bijna. Neem wat citroenzuurtjes. Als je valt, is dat zuur. Wat is gevaarlijker, jij of dit dak? Oké, misschien kan ik die schotel raken met mijn hitteadem. Nee, het moet met onze vriesadem. Hitteadem? Vriesadem! Wacht, waarom doen we niet wat we deden in Klatsburger? Mevrouw Wong uitlachen? Hoe helpt dat dan? Nee, we combineren onze hitte- en vriesadem. Zoals je zei, Phoebe. Jij en Max riskeerden alles om het dorp te redden. En dat maakt jullie allebei ware superhelden. Goed gesproken, Phoebe. Zorg er alsjeblieft voor dat jullie familiegeheim nu veilig zal blijven. Sorry, ik heb niks gehoord. Ik heb alles gehoord. Bel me. We zijn zo trots op jullie, jongens. Door jullie samenwerking is Schuildorp gered. Geen punt, hoor. Maar verwacht niet van ons dat dit iets gewoons wordt. Gefeliciteerd Max en Phoebe Thunderman. Jullie staan nu beide in de finale voor een plek in de legendarische Z-Force. Als team. Als team? Nou, dit is echt gênant. Hey, zijn jullie klaar voor Phoebe Familie Fun tijd? Oh, ik verstond Phoebe Familie Fun strijd. Wat, waarom zou ik... Laat ik maar. Wie wil er een knokkelbroodje? Ik zei toch echt Phoebe Familie Fun tijd? Ik verkleed me even. Oké, jongens, we gaan iets supercools doen. Bereid je voor om versteld te staan. Ah! 6 kaartjes voor de minigolf en familie Funzone. Oertijdgolf. Phoebe, hoe kom je aan die kaartjes? Die zijn al maanden uitverkocht. Laten we zeggen dat ik een mannetje ken. Ben jij een mannetje? Nu moet ik vrijdag dus naar een kleuterfeest. Ik kan niet wachten om naar Oertijdgolf te gaan. Weet je, jongens, jullie vader is vroeger prijswinnende midgetgolfer geweest. Ja, ze noemen me Hole-in-One Hank. Vanwege al die hole-in-ones. Is dat niet slim bedacht met de hole-in? Kunnen we nu gaan? Ja, klaar voor familie Funtijd. Oké, maar het heet dus de Phoebe familie Funtijd. Want dat is wat er op de t-shirt staat! Nee, dat kan niet! Ja, ik ben bang dat ik niemand binnen mag laten. Ja, kijk, de dino's zijn een beetje stukkie-tukkie. Sorry, kunt u dat nog een keer in Nederlandse tienertaal zeggen? De dino's zijn kapot, yo. Maar kom vooral een andere keer. Nee. Het moet echt nu. Het is Phoebe Familie Funtijd. Oh, nou, in dat geval zijn we nog steeds dicht. Oertijdgolf. Toedeloo. Wacht. Oh, hey, meneer Eli Hutchinson, u vergeet uw... Zijn ze dicht? Meen je dit nou? Ergste avond ooit. Dachten jullie nou echt dat dit het was? Ik heb het park speciaal laten sluiten voor onze bijzondere avond. Yay! Kijk, het zijn de vandalen. Je hebt hem gehoord. Wat zijn jullie hier aan het doen? We kunnen het uitleggen. Ja, ik heb net een hole-in-one gemaakt. Die dino spuugt zo een levenslang lidmaatschap uit. Die dino is geblokkerd. Nu is mijn enkel geblokken, Wokkert. Waar ga je heen? Oh, mijn dino-baby's keren zich tegen me. Ga
gaan jullie maar en dan red ik die iets wat vreemde man die ik nog nooit heb gezien of gesproken. Nee, we laten je niet achter. We doen dit samen. Ik gebruik mijn superkracht om bij hem te komen. Maar als hij onze krachten ziet, dan weet de hele stad ons geheim weer. Wacht. We kunnen dit ei gebruiken om de dino's back te blokkeren. Pap, kun je nog één hole-in-one maken? Laat mij maar. Gelukkig heb ik mijn Thunder Golf Club nog. Schiet nou op! Oké. Het is je gelukt! Nee, het is ons gelukt. Bedankt, pap. Ik en mijn golfclub. Oké. Gaat het wel? Nee, stelletje schurken. Jullie hebben ingebroken in mijn geliefde oertijdgolf. En me bijna gefrituurd als een patatje met. Ingebroken? Patatje met. Jij bent er vandoor gegaan met mijn sleutels. Phoebe, waarom heb je dit nou gedaan? Omdat ik wilde dat we een geweldige avond zouden hebben om goed te maken dat ik zoveel gemist heb. Ik wilde jullie niet weer teleurstellen. Phoebe, we zijn nog nooit teleurgesteld in je geweest. Nou ja, niet tot je de wet begon te overtreden. Echt niet? Natuurlijk niet. Schat, je was druk met het redden van de wereld. Sorry, wat zegt u? Met je goede cijfers en verstandige gedrag. Wij zijn echt super trots op je. Bedankt, pap. Je hebt het weer over je golfclub, hè? Nee, echt niet. Zeker wel. Volgens mij is het tijd voor een Phoebe Familie Funknuffel. Dit is nou precies waarom ik naar de nieuwe wereld ben gekomen om oertijdgolf te creëren. Wacht, dus u gaat toch niet de politie bellen? Nee, maar mag ik als gebaar misschien ook zo'n t-shirt? Oh, wilt u een aandenken? Dat wil ik zeker, ja. Phoebe Thunderman mag hier nooit meer komen. Hey, Phoebe. Was die jongen die net heel hard bij je wegrende je nieuwe vriendje? Niet tegen Allison zeggen dat ik gemeen deed. Hey, Mika. Jij, ik en de hartenboom. Nee. Ik wil leven! Hallo? Is er hier dan niemand die wanhopig genoeg is om zijn leven te riskeren voor een date met mij? Goedendag, mevrouw. Goedendag, Magidion. Max, wat doe je? Ik gebruik deze nachtkijker om de vallen te spotten en leid ons zo veilig naar de hartenboom. Technisch gezien was dat geen val. Phoebe, wanneer komt jouw vriendje eigenlijk? Howdy, babe! Gideon? Yep. Ik besefte me laatst ineens dat Gideon alles voor me zou doen en dat hij de jongen is die ik echt heel erg nodig heb. Oh, wauw zeg! Jullie zijn Gideon, Gideon! Dat klopt. En dit wordt de beste avond ooit. Achoo! Mijn hond is exploderen! Door die nachtkijker is die nog triester. Ik moet zeggen, voor een oude gekke man met een boerderij vol booby traps, valt het nog best mee. Je moet juist bang zijn voor wat je niet ziet. Bukken! Zie je? Ik zei toch dat ik veranderd was? Valse Max had jullie er zo in laten lopen. Volg mij. Moet je ons nou gezellig samen zien? Alleen maar stelletjes en fijn even aantal wielen. Eigenlijk ziet jouw wiel er een beetje wiebelig uit. Het gaat prima met hem. Help me, babe. Ga maar vast. Gidee, Fee, Bidion komt er zo aan. Gast, waarom zei je niet dat je overal allergisch voor bent? Ik wilde mysterieus blijven. Kom op, je kunt het. Gewoon je ene voet voor de andere zetten en... verstrikt raken in een booby trap. Het goede nieuws is dat ik zo bang ben dat mijn hooikoorts wegtrekt. Oh, top. Dan ben je dus lekker snotvrij als de varkens ons opeten. Aha.
Ik wist dat jullie in de val waren gelopen. Max, je bent teruggekomen. We zijn gered, babe. En ooit vertellen we dit verhaal aan onze kleine giddies. Max, kom terug met die schattige kuiltjes van je. Oh, ze zitten echt in de problemen. Inderdaad. En jij geloofde me niet. Nu voel je je vast behoorlijk dom. Nu voelen we ons allemaal dom. Oké, geen paniek. We moeten hier gewoon weg voordat... Oh nee, daar komt Boer Ted met zijn vleesetende varkens. Hey, kids! Oh, sorry dat ik zo gemeen was om jullie in de val te laten lopen. De stelletjes die foto's maken bij mijn hartenboom komen nou nooit eens hoi zeggen. Hoi! Hoi! Kanari, dat is wat ik bedoel. Dus u gaat ons niet aan uw vleesetende varkens voeren? Oh, nee joh, ik heb niet eens varkens. Nee, alleen koeien op een zeer vezelrijk dieet. Dat verklaart de poep. Varkens. Ja, nee, dat was ik. Ik doe graag varkensgeluiden na. dat was een dikbuikig saddleback varken. Nou, dat is zo indrukwekkend. Nou. Kunt u ook mini-biggetjes? Oh, de truc is om dan heel klein te worden met je stem. Hey, biggematties, kunnen we weg? Kijk eens aan. Het bewijs dat ik echt niet meer vals ben. Ik wist dat je was veranderd toen je Phoebe hielp. Je leek oprecht bezorgd te zijn. Ik weet het. Dat is een nieuw gevoel. Ik hoop dat het verdwijnt. Kom, we gaan terug. Oh nee, we zitten vast. Waarom ligt er hier een val? Stelletjes die naar de hartenboom gaan, komen nooit even dag zeggen. Dag! Bij de telekinese vertrouwensval. Teamleden moeten altijd voor elkaar klaarstaan. Zo niet, dan beland je misschien wel in de puree. Snap je? Want de bak zit vol met puree. Ja, ik snap het. Jullie zijn oud. Kunnen we nu weer verder met de training? In deze test kunnen deze thunderballen omlaag sweepen en je elk moment zomaar van je platform afkieperen. Dus bereid je voor om elkaar op te vangen met je krachten. Of, als je dat niet doet, beland je in de knoei. Henk, verknoei het nou niet. Hé, hey, hou je armen voor je. Daarmee verkort je je reactietijd. Wow. Ik was aan het strekken. Wees niet zo'n control freak. Ik ben geen control freak en doe nou precies wat ik zeg. Oh, juist, want jij bent hier de baas. Oeps, 3 uur al. Dat is mijn plaspauze. Ten eerste, je plaspauze is om 4 uur. En ik geef tenminste wat om dit team. Jij geeft alleen om jezelf. Ik geef wel om het team. Voornamelijk mijn helft ervan. Oh, bedoel je de helft die mij niet vroeg toen hij een boomhut vol met ratten kocht? Dat zijn geen ratten. Het zijn gewoon grote termieten. Jongens, concentratie. Geef toe, Max. Door jouw gedrag zijn we geen goed team. Oh, echt, joh. Want ik geef jou de schuld. Stop dat maar in je luier en draag hem. Wow! Alles oké? Ja! Dankzij deze oefening weet ik dat ik nooit meer in een team wil zitten met Max. Nooit. Juist, klaar met dit team. Ik wou ze zappen, maar ze hebben zich al gezapt. Ja. Maakt het uit. Au! Phoebe, je moet nu stoppen, meewerken en luisteren. Wauw, is het 90's dag en waar ouders ook uithangen? Tjaka, we dragen onze teamgeest-outfits om jou en Max te helpen. Want voor gabbers, there's no limit. Oké, praat normaal of ik ga. Oké, goed. Zeg, neem een lekkere sundae. En ik leg uit hoe jij en Max een echt team worden. Met hakken en zagen. Het spijt me. Oké. Jullie moeten dit eigenlijk met Max zelf bespreken. Hij is hier de rare flippo. Ah, nu doe ik het zelf ook. Is er niks dat je kunt doen om een betere partner te worden? Nee. Oh, pap, je ijssausverhouding is een zooitje. Nee, niet doen. Oké, laat mij dit fixen, goed? Het is veel lekkerder als je dit... Bemoei je met je eigen zaken, Phoebe!
dat? Nou, lieverd, je bedoelt het goed, maar je kunt wat bemoeierig zijn. Zoals je nu ongevraagd hagelslag van mijn ijsje haalt. Oké, mam, je moet geen hagelslag met spikkels combineren, want... Misschien ben ik echt een bemoeio. Ik denk dat ik sorry moet gaan zeggen tegen Max voor mijn slechte teamgedrag. Goed idee, schat. Max, het spijt me dat ik zo'n bemoeial was. Ik wil gewoon heel graag dat dit team een succes wordt. Maar ik beloof je vanaf nu geen schema's meer. En ik stop ook geen vitamines meer in je pizza. Ik wist dat ik sterke tanden en botten kreeg. Het punt is, het spijt me. Het spijt mij ook. Sorry dat ik een zus heb die me egoïstisch vindt en mijn pizzagrenzen niet respecteert. Maak je een grapje? Je bent egoïstisch. Kijk naar deze vuilnisbak op stelten. Het is een luchtlaag! Wat gebeurt er? Hoor je mijn wachthuil niet? Dat zijn drie oehoes! Het luchtlab stort in! Snel, snel, snel! Oké, we moeten springen! Twee. Waarom schreeuwen we nog steeds? Weet ik niet. Laten we zakken. Dat was een telekinese vertrouwensval. Weet ik. We waren er voor elkaar. Phoebe, ruik je dat? Jazeker. Het ruikt naar teamgeest. Nou, ik wou zeggen dat het ruikt naar dode eekhoornburrito. Misschien zijn we best wel een goed team. En onze Z4-stromen kunnen nog uitkomen. En met een paar spijkers is ons hoofdkwartier weer zo goed als nieuw. Nou, het is wel duidelijk wie dit versierd heeft. Ongelooflijk dat al je strikken hierin zitten. Wat lief dat je denkt dat ik er niet meer heb. Oh, deze bruiloft wordt zo stijlvol. We gaan een lekker feestje bouwen. Wat doe je precies? Ik massificeer deze bruiloft! Billy, je zou toch op hem letten? Dat doe ik! Ik kijk hoe hij de bruiloft massificeert! Ik presenteer de Max Aardappelpuree Bar! Maximaal smullen, yo! En wat is een bruiloft zonder een bebellen? Ze zweven als... Wat? Is precies waar ik bang voor was, Max. Je verpest ook altijd alles. Dus Colosso had gelijk. Colosso? Colosso, wacht, als jullie nu hier zijn, wie past er dan beneden op hem? Geen zorgen over Colosso. Hij vindt de bruiloft leuk. Weet hij dan van de bruiloft? Ja, hij heeft spijt van vroeger en wil dat pap en mam een fijn feest hebben. Oh nee. Oh, jawel! De bruiloft is bezig, maar Colosso is er nog steeds niet. Hij moet opschieten. Ik wil jullie worteltaart wel proeven. Ik dacht dat die van jullie was. Ik weet van niks. Ik wel! Colosso! Exact! En nu verander ik je ouders in een... Colosso, waarom ben je een mens? Waarom dwing je die arme vogel verschrikken te trouwen? Colosso, luister. We bespreken dit van man tot man. Nee, dank je. Ik spreek liever van man tot big. Zoals je wilt. Rennen, Billy. Te laat, Sippy. Auw. Dit vergt een paardenmiddel. Quack, lekker bezig, Max. Had ik je die kaart maar laten ondertekenen? Hou hem bezig, ik heb een idee. Moet ik hem afleiden zodat jij kunt eten? Ja! Wat zie jij, die man, Barb? Een man die je zo gaat verslaan! Hé? Ga je me verstaan? Ik zei verslaan! Terug in je hok met jou, Colosso! Op jullie 40-jarig huwelijk.
Nou Henk, je thundersmoking stond je nog nooit zo prachtig. Oh. En jij bent nu zelfs nog mooier dan je was op onze eerste trouwdag. Oh. Ik was toen een geit, maar dank je. Jullie kinderen zijn nog steeds dieren. Oh, juist, de kinderen. Pap, mam, het spijt ons zo. We wilden jullie echt een fijne bruiloft geven. Maar waar heb je het over? Dit is geweldig! Echt waar? Ja! Eindelijk konden we verhoeden dat Colosse onze bruiloft verpestte. En die aardappelpureebar is verrukkelijk. Dit is echt de bruiloft van onze dromen. Nou, dat is dan te danken aan Max. Hij is de reden van al deze gekte en verwoesting. Ja, gemaxificeerde bruiloft! Luister, in een band spelen was één van mijn dromen. Dat en katten laten praten. Echt heel katten? Het is zo'n mysterie. Wat denken ze? Maar goed, nu is het sierkorps mijn droom. Wacht, dus dat de band van je afwouw lag niet aan mij? Waarom zei je dat dan? Oh, gewoon voor de lol. En ik kan niet uit mezelf stoppen. Waarom niet? Nou, gewoon. Als ik zeg dat ik wil kappen, praten ze nooit meer met me. Dan ben ik mijn vrienden kwijt. Max, als jij uit de band stapt, praten ze heus nog wel met je. Oh ja? En Cornelius van One Direction dan? Wie? Zie je wel. Maar als de band jou eruit zet, is het hun schuld en leeft de vriendschap voort. Oké, daar geloof ik dus niks van. Zo werkt het. En dat zou je weten als je zelf in de muziek zat. Ik ben de hele zomer op panfluitkamp geweest. Ik was de beste van iedereen. En ik was de enige. Weet je wel hoe lastig het wordt om ze weer kwaad te krijgen met zo'n gezicht? Kijk maar aan, Phoebe! Je ene wenkbrauw is iets langer, joh. Stil! Ik moet nadenken. Oh, ik speel wel een denkmuziekje. Wil je weten waar ik nu aan denk? Dat je mijn panfluit wil breken? Nee, maar je brengt me wel op een idee. De band zet me er zeker weten uit als ik het beroerdste optreden ooit boek. Ik moet gewoon een zaaltje vinden dat net zo irritant is als jouw panfluit. Ik trek dit echt nooit meer uit. Ik wil alleen maar knuffelen met mezelf. Zo aaibaar. Oké, ik ga het ergste doen wat je kan bedenken. Hey jongens, mijn zusje komt bij de band. Wat? Huh? Wolfgang? Ja, vet, cool. Sterker nog, fantastisch. Max, geen zusjes in de band. Al helemaal niet één die ooit verliefd op me was. Daarmee sla jij een enorm gat in de brozonlaag. Sorry jongens, we slijten ons verdere leven als de slechtste panfluitrockband ter wereld. Of jullie schoppen me eruit. Bandberaad. Het is zover. Max, je ligt eruit. Als je denkt dat we dit geen enorm briljant idee vinden. Bandknuffel. Zijn kwijtgeraakt in de ballenbak, dan kunt u die ophalen bij de balie. Dank u. Na dit optreden zullen ze me toch wel zat zijn. Dit was helemaal te gek. De moeders gingen uit hun dak. En anders de oma's wel. Phoebe, kom eens hier. Ik snap het niet. Wat ik ook doe, ze vinden me alleen maar leuker. Wat dacht je dan, Max? Dat zijn je vrienden. Daar kun je helemaal niks aan voor kangoe knoeien, hoor. Sorry, serieus. Zeg nou maar gewoon dat je uit de band wil. Nee, je kan me niet dwingen. Oh, jawel. En hoppen. Stop, ik wil niet hoppen. Hé hey, jongens, ik moet jullie wat zeggen. En misschien kunnen jullie beter even gaan zitten. Dat gaat niet lukken in deze kostuums. Oké, luister, het spijt me echt heel erg, maar ik wil uit de band stappen. Oh.
Ik zat zelf ook te denken om eruit te stappen. Echt waar? Ja, dan heb ik meer tijd voor Cherry. En dan hoop ik dat ik wat van haar intelligentie meekrijg. Ik wil eigenlijk ook wel stoppen. Opa Giddy en ik werken aan een reality soap. Thuis bij de Giddy's. Dit najaar op tv! Dus we willen allemaal wel kappen? Nee, niet kappen! Zo te horen vindt Wolfgang het ook wel mooi. Dus dan durfde geen van ons wat te zeggen omdat we vrienden wilden blijven. Dat zijn we dus voor altijd. Altijd, Brosef. Van wie is dat kind? Oké. Volgens de Krimi-radar zouden die boeven nu elk moment moeten komen. Wat is dit spannend. Max, jouw radar verandert de misdaadbestrijding voorgoed. Één vraagje. Wat is dit op mijn kin? Dat is een baard. We moeten op dokwerkers lijken. Hier, zo ruik je naar tonijn. Ik kijk waar ze blijven. Cool, dan zoek ik het teltje. Klosso, staat alles klaar? Hai. Phoebe schrikt zich een apenhoedje als ze denkt dat die rovers hier rondlopen om die gesmokkelde buit te kapen. Je zou gaan als dokwerker, niet als piraat. Jij zou een goede gadget uitvinden. Goed, nu wat sfeer maken met kalmerende havengeluiden. Walvissen? Ai, olifanten van de zee. Zet dat ding uit. Dit moet lukken. Phoebe mag niet weten dat ik haar voorloog. Komt goed. Mam? Ja hoor, gaat goed. Ik en Max luizen Phoebe erin. Ze is zo dom. Colosso? Let maar niet op het mandje achter het gordijntje. Oké, waarom zette jij en Colosso dit in scène? Ik bedoel, tenzij... De Krimi-radar werkt niet. Hoe durf je? Oh, houd toch op, Max. Je bent een gloeiend bij. Dat je het even weet, dit is nog van die avond op school. Dus je liegt de hele tijd al tegen me? Hey, wie zijn die twee? Dat doet er niet toe. We moeten van ze af. Laat maar raden, Max. Die twee heb je ingehuurd om het op een echte misdaad te laten lijken. Nee, ik heb deze mannen nog nooit eerder gezien. Colosso, biecht op. Verrader! Waar heb je die losers eigenlijk vandaan? Moet je die stomme pakjes eens zien? Phoebe, nee. Hey! Wauw, zijn nepbaard is nog slechter dan de jouwe. Auw. Oh, die is eigenlijk best wel goed. Ja, want deze gasten zijn... Oh! Echte boeven. Ja, ik heb het ook door. Ze smokkelen goud. Dan werkt de Krimi-radar dus. Maar hij zat fout met die vandalen op school. Max, er was wel een vandaal. Dat was jij. Dat is waar. Mijn prachtige creatie werkt. De hele wereld moet het weten. Sta me niet zo aan, maffe machine. Ah! Krimi-radar, nee! Hey, we weten nu wel dat je gadgets werken. Hadden we er maar één om ons los te krijgen. Wacht, Phoebe, die heb ik. Mijn gelborstel. Hou je zo'n baard borstelen? Vindt hij niet fijn als je eraan zit? Hé, hey, let op. Yes, ik ben de koning van de gadgets. Kun je even de graaf van stil zijn? Hé, hey, ze zijn ontsnapt. Moet ik ze pakken? Nee, laat ze maar lopen. Ja, natuurlijk wel. Tijd om een skill uit te proberen. Hey kleintje, kom je dansen? Is dat een limboland? Een vechtstok! Nu jij en ik. Ik sla die highlights zo uit je kuif. Ja, dat je het weet. Mij hou je niet voor de gek. Ah.
hem niet de hele dag. Stinkt, hè? Ruik de zool wel eens goed. Goed zo, Phoebe. Je skill betaalt zich uit. Hé, hey, de crimiradar ook. En daarom zetten we gadgets op ons formulier. Ik ben de koning van de gadgets. Hey, ik ben Phoebe Thunderman. Ik heb een tweelingbroer. Het bestaat niet dat iemand Cherry aanziet voor jou. Hey, Phoebe. Zie je? Citroen! Ik krijg een cola van je. Er zijn er twee van. Wat was jouw eerste actie als schelder, superheld? Oh, Phoebe, zei net toch dat... Kwek dicht, nekbrees. Ik wil het horen van haar. Nou, dat was toen Max en ik voorkwamen dat de krachtcentrale explodeerde. Ik heb het hem geflikt. Dat flikten wij. Wij samen, toch, Phoebe? Klopt. Wow, Metrobus protonreactor heeft een meltdown. Het C-korps is bezet, dus ze doen een beroep op mij! Dit is mijn kans om het te bewijzen. Jullie twee, gaan met me mee! Wat? Als onderdeel van het gesprek. Jullie hebben hittearm, vriesarm en telekinese. Ik heb een staart. Voor iemand die zich daarvoor schaamt, praat u er wel veel over. Haha, daar is de heli! We zullen dat C-korps eens laten zien wat ik kan. Wacht, ik ben Phoebe's mascotte. U moet mij ook meenemen. Ik moet helemaal niks, kind. Zeker niet mijn staart laten zien. Vraag daar niet steeds. Hup. Goed aan de bak. Het scheelt dat Detail er niet is. En vertel iedereen maar dat Detail jullie gered heeft. Zijn jullie nog niet klaar? Ik heb mijn moeder net geappt dat het gelukt is. We reguleren nog wat regulators. Dit lukt nooit zolang die staat te kijken. Dan zorg ik dat hij niet staat te kijken. Hé, hey, meneer Til. Weet u, als ik nou eens een foto maak van hoe die meltdown stopt voor het C-korps? Oh, goed idee. Dan heb ik bewijs van mijn redding. Ja. Ah, wat een felle flits. Oké, snel. Jij bevriest die kern en ik verhit deze. Nu. Heel goed. Laat me die held zien. Geweldig. Jee, gelukt. Jee, weg. Okay. En genoeg. Oh, is het gelukt? Varel Staartmans. En was het gesprek geslaagd? Ja, en door jullie zak er ook netjes op. Oh, hier kan ik mee aankomen bij het Z-korps. Ik draag jullie voor de finale. En als beloning krijgen jullie wat jullie de hele tijd al wilden. Jullie mogen mijn staart zien kwispelen. Is het raar als ik er ook één wil? Oh nee, de kids zijn aangevallen door professor Netjes. Dat mag hij van mij vaker doen. Ze zien er geweldig uit. We zijn gewoon twee grote mensen die een volwassen gesprek willen met hun ouders. Precies. Dus kom lekker zitten en drink een kopje koffie. Oeh, dat is wel lekker, ja. Dit smaakt naar slootwater. Dat is koffie toch ook? Wij vinden dat we toe zijn aan de volgende stap in onze superheldenopleiding. Want Phoebe was toen net zo oud als wij nu. Nou ja, Phoebe is speciaal. Net als jullie. We hebben al echte schurken uitgeschakeld, zoals Fairy Princess op het schoolbal. Stel ons toe dat wij jullie geheugen opfrissen. Ik knijp jullie helemaal tot moes. Dat lukte er niet, omdat Billy er zepte. En ik er opsloot in een kist. Jullie hebben mij gezept. Vaarwel, vrede wereld. In je kist, roze suikerspin. Alweer een schurk uitgeschakeld door Billy en... Nora. Oké,
We zijn overtuigd. Als jullie morgenmiddag klaarstaan op de oprit, dan beginnen we aan fase 2 van de superheldenopleiding. Nora, het is gelukt! Ik zei toch dat het zou werken? Hey, mag ik er nu uit? Hey kids, klaar voor fase 2 van jullie opleiding? Ja! Hier is de Creamybot. Hallo, Pinnytubers. Veel plezier met jullie opleiding. Oh, dat is echt een perfect leermiddel. Voor een baby. Of iemand die net geboren is. De trainingsbot is een uitdaging voor supers op alle niveaus. Hij staat nu op Liefie Pivi, omdat jullie nog Liefie Pivi zijn. We zijn geen Liefie Pivi's. Ik weet niet. Ik ben best wel schattig. Daag ons nou een beetje uit en zet hem op Boefie Woefie. Nee. Ik snap dat het lijkt dat we te langzaam gaan. Als jullie het kwaad willen bestrijden, laat je dan door ons leiden. Oh, schat, schiet je er zo eentje maar. Ja! Dit slaat nergens op. Papa en mam behandelen ons als baby's. Maar we kunnen de grote mensentraining best aan, toch? Ja. We verslaan als schurken. Dit is zonde van onze tijd, die babybot, toch? Ja. Dus je zet die Creamybot nu op Boefie Woefie, toch? Nee! Pap en mam vinden dat nog te hoog. Dan bewijzen we het tegendeel. Level opgevoerd. Geef je grap. Hey, zullen we wat lekkers halen? Dit duurt nog even. Ja, dan laten we die suffe robot straks wel zien wie hier de baas is. Modus voltooid. Kleuters in de vizier. Oh, mooi. Hij ziet wat kleuters. Dat zijn wij. Bedankt, Billy. Weet je, we kunnen die robot best wel aan. Hey, Koppelik. Je gaat eraan. Jullie hebben de Creamybot verslagen. Yes! Grapje! Jullie zijn slap en nog dom op. Ik ben benieuwd hoe het met onze Billy en Nora gaat. Ja, ze geven die Creamybot er vast flink van langs. Ik ga jullie vermorzelen. Hand af van mijn kindjes! Uitdaging durf ik wel aan, zei Lijn, mami. Ze zijn niet bang voor jou, maar ik wel. Hey, mijn moeder maakte die kapstok van de eerste boom waar ik tegenop vloog. Pak een tissue, moederskindje. Oh, mooi geweest. Jij vliegt eruit. Goed met jullie? Ja. Prima. Ik bel nu gelijk de Heldenbond om te melden dat hun robot defect is. Betekent defect dat wij hem op Boefie Woefie hebben gezet? Nee, Billy. Dat betekent het niet. Oké. Daar staan ze dan. Metroburgs tuig van de richel. Dat is T-Bone. Die heeft magnetische krachten. En ik ben ook een vrouwenmagneet. Af, jochie. Dat is Gale Force, een menselijke windtunnel. Dat klopt. Ik maak harde winden. Voor of achter? Wil je soms zien? Die kleine daar noemen ze Macy. Over haar krachten wordt niet gesproken. Hallo, Phoebe. Hoe weet ze mijn naam? Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Bevrijd de monsters. Tijd om te inspireren. Zit het tuig van de richel. Waar wil je mee hebben? Weg, je haalt me uit mijn flow. Dus, de kindertjes vinden slecht zijn cool. Nou niet dus. Wat weet jij er nou van, Melkmuil? Het is meneer Melkmuil voor jou. En ik was vroeger ook slecht, net als jullie. Jij, slecht? Wat is het ergste wat je gedaan hebt dan? Weet je, ik wou ooit de wereld veroveren met
Dark Mayhem. Oh, ken jij Dark Mayhem? Kennen? Ik was bijna zijn gast bij de Schurken Awards. Oké, vergeet niet te vertellen over die keer dat je mij hebt geholpen Dark Mayhem te verslaan. Want je bent niet slecht meer. Weet je nog wel, Max? Wacht. Heb je Dark Mayhem ook nog verslagen? Ik wil niet opscheppen, maar hij vertrouwde me en ik heb hem verraden. Wauw. Ik heb een idee. Als we nou eens opschrijven wat er allemaal zo fijn is aan goed zijn. Ja, hier. Bijvoorbeeld... Ik flos graag 2 keer per dag en heb een broer die ik blindelings kan vertrouwen. Hé, wacht allemaal, stop. Hier die pennen. Phoebe, kom eens mee, nu direct. Zijn moeder heeft problemen. Hou je nu op zodat ik hun leven kan veranderen? Ik wil alleen maar helpen. Het zijn schurkjes. Geef ze een pen en ze peuteren hun krachtenband ermee los. Dat lijkt me toch wel sterk. Waarom is een van die pennen een rietje? Omdat ik ze heb verwisseld. Nu leren wij jullie een lesje. Ze steken er wel wat van op. Oké, het eerste cijfer is 3. Hou alsjeblieft op. Met de rest van de code. Max, waarom moest je nou weer slecht worden? Snap je dat niet? Dan kijken ze niet als ik dit doe. Max, ik wist wel dat je goed was. Vlak voor ik dacht dat je door en door slecht was. Prater! Ze gaan eraan! Oké, we moeten die banden omdoen voordat... ze ons echt pijn doen! Waarom kan ik mijn hand niet sturen? Omdat er metaal in je horloge zit! Ik zei toch, ik ben een vrouwenmagneet? Nee, zie, stop! Ik doe het in mijn broek! Max, nu! Oké, één van ons moet haar pakken. Zo te zien is er zwaar weer op komst. Max, jij moet het doen! Geef ons een duwtje! Heb eens, Windbel! Ik zou lachen als ik niet alleen mijn broek had geplast. Sorry hoor, maar ik zei al, slecht zijn loont niet. Echt niet, want dit is best wel een rotstreek van je. Hey, een superheld hoeft nog geen brave miep te zijn zoals mijn oude zus hier. Ik ben net zo oud als jij. Dus wij kunnen superhelden zijn en toch al cool, net als jij? Precies. Oké, ik ben om. Ik ook. Ik denk erover na. Dit is jullie laatste kans om mee te gaan naar de show om te zien hoe wij Nederland. Zeker weten, want deze prijs zal Nederland. Goed, ik denk dat we die hippe superoppas van de Heldenbond moeten bellen. Ja, ze zeggen dat hij de beste in het vak is. Hij is ook gratis. We moeten alleen op deze babyfoon drukken en... Superoppas staat voor jullie klaar. Cool, hoe deed je dat? Babyfoonportatie is één van mijn oppaskrachten. Anderen zijn het maken van speelgoed en het desinfecteren van speeltoestellen. Met mijn geest. Oh, Chloe zal dol op je zijn. Ik haal er even. Wacht, laat mij het meisje maar halen. Springity boy. Wie wil er springen? Springkasteel. Dag, Chloe. We zullen je missen. Dat boeit haar niet. Kom mee. Thundermans, pakken prijzen! Jullie moeten enorm trots zijn op jullie ouders. Ze worden straks geëerd door Metroburg's beste helden. Cakeman, Superviking, Pauzemeid. Pauzemeid? Ja, Pauzemeid. Dit wordt de eerste uitreiking die ze ooit heeft bijgewoond. Hey, superoppa.
was. Kijk hoe ik spring. Ik kom, jonge dame. Wat stom van ons. Als we die uitreiking missen, verspelen we straks onze enige ontmoeting met Pauzemeid. Ik dacht precies hetzelfde. Naar de Super Awards. Oh. Wat is dit? Een van mijn andere krachten is kinderen aan het lijntje houden. Er is nog nooit een kind bij mij weggelopen. Nou, Billy heeft supersnelheid. Snel, Billy! Au. Of we blijven hier. Ik heb honger, superoppas. Maak je dan klaar voor een smakelijk buitje. Rust hier, rondjes. Dromen komen echt uit. Billy, we moeten Pauzemeid zien. Weet je wie we nodig hebben? Jup, een onzichtbare dino met een gevoel voor ondeugd. Wat? Nee. Mooi, want zo eentje heb ik er dus echt niet. Sst, stil maar, Rixie. We zoeken Pauzemeid voor de pap en mama zien. Onze voeten zitten vast. Inderdaad, dat klopt. En ik hou mijn poot stijf. Grappig, toch? Billy! Nora! Het spijt me echt, Thunderouders. Ze slopen weg. Maar ik beloof u dat ik uw kinderen nooit meer uit het oog zal verliezen. Tikkie! Of toch wel. Chloe! Chloe! We weten heus wel waarom jullie hier stiekem naartoe zijn geglipt. Oh ja? Jullie wilden bij onze prijsuitreiking zijn! Eerlijk gezegd waren we best teleurgesteld toen jullie zeiden dat jullie niet zouden komen. Maar het feit dat jullie hier toch zijn, betekent meer dan alle prijzen die we ooit wonnen. Zelfs meer dan de Nobel Pizza Prijs. Thunderman, Electress, ga backstage. We gaan zo beginnen. Oh, weet je wat? Kom maar mee naar achteren. Kijk, Nora. Er zijn snorren op die mensen getekend. Pauzemeid moet hier zijn. We gaan haar zoeken. Nee, Billy. Wacht. We wilden hier onze heldin ontmoeten, maar onze grootste helden staan daar. Meneer en mevrouw Super. Hun achternaam was toch Thunderman? Kom nou maar mee. Welkom bij de 57ste jaarlijkse Super Awards. En als eerste eren we hier twee levende legendes. Met grote trots presenteer ik u officieel de Platina Cape Lifetime Achievement Award voor Thunderman en Electress. Ja. Hier is jullie kind. Gefeliciteerd met de prijs. Ik ga nooit meer voor jullie oppassen. Dit was een slaapje. Lekkere hapjes en zenuwgas. Ja, net als bij moeders thuis. Is dat een nerdflirten wat jullie doen? Let niet op hem, ik ben Phoebe. Met Balfour. En we zijn allemaal de klos als we niks doen aan Galaxia. Oh gast, was dat een griezel. Als je van eraf wilt, sluit dan een verbond met een zekere, slimme en een sterke superheld. Er zit wat tussen je tanden. Oh. En wat moeten we samen met jou? Wat zijn je krachten? Super bijles geven? Mijn bijnaam is de Gamer. Ik schiet een nanochip in iemands nek en dan kan ik al zijn bewegingen sturen. Let op. Wat gebeurt er? Mijn nieuwe vrienden hebben trek. Zo, pirouetje maken en weg, beste man. Bedankt. Je hoort van ons als we een leger dansen de obers zoeken. Dit zijn vast Max en Phoebe Thunderman. Ik ben heel benieuwd naar jullie tweelingkracht. Wat voor kracht? Je weet toch wel, de unieke kracht die elke supertweeling krijgt in het heetst van de strijd. Zoals de hipster tweeling. Tweelingkracht, activeer! Oh, die kracht bedoel je? Ja, tuurlijk, die kracht hebben wij absoluut ook. Dat is te hopen. Anders trekt Galaxia jullie hoofd van je romp en plant ze er maar de liefjes in. Wie als eerste klaar is en op die knop drukt, zit bij het Z-Corps. Faal en je wordt gelijk naar huis gestraald. Succes, hè? Ik hoop dat een van ons wint. Oh, reken daar maar op. Oké, gaan we, Max. Hoe erg kan één schorpioen zijn, hè?
je hand in een blender zit, die wordt verslonden door een haai. Gelukkig heeft Galaxia net zoveel pijn. Kittelt. Gered, gaat het, Max? Nee, ik verga van de pijn en ik ben kleurgeblind. Wat doe ik maar voor? Nanochip die Galaxia, de commandant zei geen krachten. Hij zei niks over gadgets. Oh, tot zover Galaxia. Waarom stuurt die Galaxia recht op ons af? Dat wil ik ook graag weten. Omdat jullie en je familie mijn vader gevangen houden. Jullie hebben mijn leven verpest. Nu verpest ik dat van jullie. Je moest toen weer zo nodig vragen. Puur uit de leeftijd. Ik heb een idee. Wel een snel idee. Niet knallen, niet knallen. Hey Galaxia, hier, vang. Dit kietelt niet. Nu is het tussen ons en Balfour. We liggen ver voor. We lagen voor. Wat staan we hier nog? Ik heb geen idee. Klaar. Klaar. De Thundertweeling wint! Afgelopen, gamer. Straal hem maar op. Ik heb geen thuis, dankzij de Thundermans. Maar mijn wraak zal zoet zijn. Wraak! Valt die sportief op? Max, we zitten bij het Z-Corps. Ik weet het. Ja, nu je het zegt. Wat is onze eerste missie? Waar zijn onze uniforms? Krijgen we korting in de cadeaushop? Nee dus. De Thundertweeling komt nooit bij het Z-Corps. Waarom niet? Jullie hebben geen tweelingkracht. Nou en? We versloegen de beste helden die u hebt. En de hipster-tweeling. We zijn niet op zoek naar supers met dezelfde gaven. Eén van jullie is genoeg. En wat nu dan? Moeten we het met elkaar uitvechten? Ik wou er eigenlijk om tossen, maar dat klinkt nog veel leuker. Zusje neemt het op tegen broertje. Er kan er maar één winnen. Alarm, alarm. Zullen we een spelletje spelen? Waarom staat de Thundercomputer op wiskunde? Omdat ik hem bestuur. Druiloor? Niet druiloor, maar kwalspoor. Nee, balvoer. Weet je het zeker? Weet je, joh. Laat ook maar. Zeg maar gewoon de gamer. Thundermans, val aan! Thundermans, val flauw! Een megakooi? Wat is dit voor maffe videogame? Oh, ik heb het wel gehad met gamen. Jullie sloten mijn vader op in een kooi. Dus ben ik wel benieuwd hoe jullie het vinden om te leven als beesten. Dit ding is te gek. Billy, hou op. Het is helemaal niet te gek. We moeten onze waardigheid behouden. Kijk nou. Kunnen ze ook eens proeven aan het konijnenleven? Oh, pap. Het blijft niet bij proeven. Met mijn nanochips ga ik hun hersens net zo lang roosteren totdat ze zo dom zijn als echte konijnen. Geen paniek. Ik ga je ophalen. Doe jij dan niks, dokter Colosso? Jawel. Ik geniet met volle teugen. Strak plan, knul. Die scharkerrol is je op het lijf geschreven. Als hij zijn hersenloze flappie-familie ziet, komt Max vast wel. Ja! Dan rooster ik zijn brein ook gelijk. Goed zo, knul. Dat is toch niet echt nodig met Max? Ja, natuurlijk wel. Hij heeft jou in een konijn veranderd. Nee, dat was zijn domme pa. Max is cool. Hij is de slechte zoon die ik nooit gehad heb. Ik ben de slechte zoon die je nooit gehad hebt. Je bent een beter konijn dan een vader. Zoon, ik snap dat je boos bent. Dus laat maar eruit, dan praten we en krijg je een ijsje van me. Nee, want mijn lichaam verdraagt geen melk. Dat zou je weten als je er voor me was geweest. Balfour, je hebt het vast niet makkelijk gehad zonder familie. Toe, wil je ons vertellen hoe het was?
Het was vreselijk. Ik was zo alleen. Weet je wat je krijgt als je een game vraagt om je in te stoppen? Die zegt blop blop. Maar een leven vol videogames heeft mijn intuïtie wel op scherp gezet. Zo voel ik het gelijk als ik word beslopen. Oeh, daar gaan we. Daar komt jullie nijntjesbrein. Het is zover. Pak elkaars hand vast. We gaan zoals we altijd al geleefd hebben. Als een familie. Ik hou van jullie. Wij ook van jou. Dag, Phoebe. Vaarwel, Max. Wat gebeurt er met jullie handen? Geen idee. Dat lijkt wel een kracht. Dat is nog geen... tweelingkracht. Gaan we zo zien. Nee, wat is dat nou? Jullie hebben geen krachten. Ik ben de gamer. Ik bestuur jullie. Nu niet meer. Iedereen oké? Okay? Ja, prima. Nee. De knal veroorzaakt de kortsluiting in de chip. Trek ze los. Max, we hebben die kracht altijd al gehad. Je familie in levensgevaar zien heeft hem waarschijnlijk losgemaakt. Nee, we hadden elkaars hand gewoon nog nooit vastgemaakt. Nee. Ik zal mijn wraak wel krijgen. Oh, dacht het niet, joh. Game over, bal 4. Mijn naam is bal. Hey, je zei het gewoon goed deze keer. Max, dit is jouw schuld. Nee, kijk niet naar mij, want het is mijn schuld. Ik wilde Gideon's zelfvertrouwen vergroten, maar nu denkt hij dat hij een superheld is. En ik wilde dit überhaupt niet. Maar jij ging van bla bla bla, help mensen zichzelf helpen. Oké, Max, het enige wat ik vraag is te stoppen met je telekinetische hulp. Het is een slimme gast. Hij heeft inmiddels echt wel door dat hij geen superkrachten heeft. Aanschouw, mijn superkrachten! Correctie, jij doet er natuurlijk niet iets stoms mee. Met mijn krachtarmband spring ik van deze reling zonder ook maar één superbot te breken. Correctie? Stop die voorspellingen. Wat moest ik doen dan? Hij is een gevaar voor zichzelf. Ja, nou, daar wordt hij hard van. Die armband moet terug, anders blijft hij denken dat hij superkrachten heeft en komen er ongelukken. Hey Gideon, over die armband. Hij is geweldig. Sinds ik dat ding draag, kan ik ineens de gekke dingen. Wat fijn voor je. Maar geef hem terug. Hem teruggeven? Die gaat nooit meer af. Hij is vastgelijmd. Dat doet hij ook met zijn onderbroek, dan krijgt hij tenminste geen wedgie. Niemand die mijn superkrachten afpakt. Ja, maar Gideon, krachten kunnen gevaarlijk zijn, oké? Die zijn bedoeld voor echte superhelden. Je hebt gelijk. Dus word ik vanaf vandaag een echte superheld. Ja, goeie grap. Oh, laat het een grap zijn. Vanaf nu heet ik de Giddler. Beschermt de hele stad vanaf de daken. Als een soort hulp Sinterklaas? Gideon, straks raak je nog gewond. Ik voel geen pijn. Giddler, vlieg weg! Ik ben uitgeput. Het duurde uren om onze goede Sint van het dak te halen voor hij er zelf af zou vallen. Mijn hand is beurs van al die telekinezen. Auw, telekramp! Hey, wees blij dat we rust hebben doordat Gideon nu hip-hop dansles volgt. Volgt Gideon hip-hop dansles? Hij is de leraar. Oké, hoe kunnen we ongezien die armband van Gideon zijn pols krijgen? Was ik nog maar slecht, dan brak ik gewoon zijn pols af. Wacht eens. Max, dat is het. Je wilt dat ik weer slecht word? Colosso heeft een geluksdag. We verkleden ons als superschurken en stelen de armband van zijn pols. Goed plan. Als ik de outfits mag uitkiezen. Tuurlijk, als je me maar niet voor schut zet. Ah, telekramp! Te laat. Je staat nu al voor... Als Gideon onze anonieme tip gelooft, komt hij hier om twee stelende schurken te stoppen. Dus laten we iets pakken.
op heten daar betrapt, slechterikken. Dat lijkt wel een supersnoetje. Laat die gymspullen los of voel mijn kracht. Oh, ons snodenplan gaat kopje onder. Je klinkt belachelijk. Tegen ons vechten is donutteloos, want wij zijn vetster. Go, go, Gidler. Je verliest tegen de duivelse... Gidlerspuit. Die duivelse duimpje was een slecht idee. Ik heb ze gevangen. Goed, we laten elkaar gewoon heel voorzichtig zakken. Ah, oh, telekom! Yes, ik wist dat ze hier waren. Go, go, Gidler! Alweer! Wat? Nee, je mag mijn arm al niet stelen. Duivelse duiker mag alles, dus geef hier. Hou je er buiten! Ja, nee, tuurlijk. Ga je geen moeite voor hem doen, hoor. Kom, gaan! Die armband is van mijn vriendin! Het is niet je vriendin, je hebt nooit gedate! Het doel is om het flesje zo in de lucht te gooien dat hij rechtop landt. Zo dus. Wauw, jullie hebben hier echt talent voor. Waarom is dit een ding? Misschien staat dat wel online. Dus het enige wat je doet is een flesje in de lucht gooien? Is toch heel makkelijk? Het is eigenlijk best lastig hoor. Nou... Volgens de wet van oudere broers ben ik beter dan jullie in alles dus. Oh ja? Wedstrijdje naar Texas. Ik win, cowboy. Ja, ik bedoelde beter in spelletjes. Aanschouw. Vroeger had ik respect voor je. Billy, we zijn eindelijk beter in het spelletje dan Max. Psst, dacht het niet. Het was niet eerlijk, deze tafel is niet eens recht. Goed, probeer het dan op het aanrecht. Zeker. Kijk en leer. Dat het kookeiland ook niet recht is. Dan moet het ook voor ons zo mogelijk zijn om het te doen. Boom. Stomme boom en stom spel. Oh, ik verstond je niet. Maar is het jouw manier om te zeggen, jullie zijn beter dan ik? Die woorden gaan jullie nooit horen. Ik hou jullie neer in herkansingland. Oh, zeker bij excusestad. Wedstrijdje naar excusestad. Ik weet niet waar die naartoe gaat, maar ik hoop dat we hem terugzien. Dit gaat hem worden. Ik voel het. Komt omdat we binnen zijn. Komt omdat we van buiten naar binnen zijn gegaan. Wacht, Max! Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Je kan het niet! Ja, Max, het is je niet gelukt. 40 keer niet. Geef toe dat wij hier beter in zijn. Nooit. Ik weet toch wat ik fout doe? Ik gooi ze met mijn vingers en niet met mijn pols. Ik eis een herkansing. Nee, wij niet. Hoe bedoel je wij niet? We moeten stoppen nu we nog een klein beetje respect voor je hebben. Hebben we respect voor hem? Nee, natuurlijk niet. Alsjeblieft, geef me nog een kans. Nope. En als ik verlies, mogen jullie hebben wat je wil. Echt waar? Ja, echt waar. Dan willen we je dierbaarste bezit van de hele wereld. Mijn lab? Ik ging voor je hamburger kussen, maar de hele kamer is ook goed. Max, wat doe je nou? Dit is onze beste beestenbunker. Ik kom wel goed, ik ga winnen. En na de winst moeten jullie mijn grote broer die alles beter kan noemen. Voor altijd en eeuwig. Deal. Muntje gooien om te kijken wie begint? Sorry, jij kan natuurlijk niet gooien. Als ik dat niet kan, hoe verklaren jullie dit dan? Nee, mijn lab staat in de fik. Je bedoelt ons lab staat in de fik. Dank je, Max. Je krijgt een uur om al je spullen weg te halen. Jullie hebben je flesje nog niet gegooid. Max, volgens het weerbericht is er een storm op komst. Kom lekker binnen en zeg tegen je broertje en zusje dat ze beter zijn dan jij. Ze zijn niet beter dan ik.
We blijven hier zitten. De rest van ons leven als het moet. Toch, Colosso? Colosso? Sikkel! Verrader! Gelukkig heb ik nog mijn stevige fort. Wat een zwak fort! Blijf sterk, Max. Wie hou ik voor de gek? Ik ben weer een binnenmens. Laat me erin, het giet! Je weet wat we willen horen, zeg het! Goed. Jullie hebben extreem veel geluk met bottelflippen. Oké. Ik beloof dat ik het nu echt zeg. In bottelflippen zijn jullie beter dan ik. Oké, mijn kleine broertje en zusje zijn beter dan ik. Ze hebben je gebroken, baby! Waarom heb je niet eerder gezegd dat wij beter zijn dan jij? Weet ik veel. Ik ben ouder. Ik hoor te winnen. Maar ik denk dat jullie ook kunnen winnen, heel soms misschien, of zoiets. Goor. Blobben, je doet die tromroffel nu al een half uur. Laat gewoon zien wat jullie gemaakt hebben. Oké. Vanaf vandaag is het stoere gezicht van Henk Thunderman ook te zien op... Ondergoed? Dit is geen ondergoed, maar thundergoed. En moet je onze slogan horen? Je lijkt en voelt je een superheld. Papa is een billengezicht. Blobbin, mijn gezicht hoort niet thuis op strakke slipjes. Je bent iets minder enthousiast dan ik gehoopt had. Ja, want mijn vangen staan straks op andermans handen. We hebben er al 2 miljoen besteld en de telefonisten zitten al klaar. Je gaat je belofte toch niet verbreken? Mijn papa verbreekt toch niet een thunderbelofte? Natuurlijk doet hij dat niet. Ik hou me aan mijn belofte, dus ik ben je billengezicht. Gelukkig maar. Want vanmiddag is de grote thundergoedlancering in de Klatsburger. En dan wil ik dat je deze draagt. 1 maat voor iedereen. Mm-hmm, inderdaad. En die heb ik zelf getest. Wat blijft Henk nou toch? Straks komen we nog te laat voor de lancering. Ja, hij wilde per se eerst je thundergoed wassen. 12 keer. Ik kom! Dat thundergoed voelt vreemd, alsof mijn kasteelpoort bestormd wordt. Luieruitslag, Kenneth. Henk, thundergoed draag je aan de buitenkant, zoals bij een superheldenpak. Daarom luidt de slogan, je lijkt en voelt je een superheld. Ik voel me nu niet echt een superheld, wel als een rare man die zijn onderbroek over zijn broek draagt. Ik steun alleen producten van hoge kwaliteit. Hey, hou jij van pasta? Dan hou je ook vast van de nieuwe opwarmbare Thunder Manicotti. Deze maaltijd bestrijdt misdaad en honger. Dat is dan geregeld. Doe deze aan over je broek en kom over een uurtje naar Klatsburger. Nee, waar is mijn onzichtbare skateboard? Het is de 5e al die ik kwijt ben. Oh, ik ben zo enthousiast. De grote Thunderman heeft mijn slip aan. Oh. Henk, ik heb Blobby nog nooit zo gelukkig gezien. Nee, ik ook niet. Ik doe het echt niet. Wat? Ik ga mezelf niet voor schut zetten in een restaurant vol mensen. Ga je Blobby niet helpen? Jawel, dat gaat hij wel, Chloe. Want papa heeft dat beloofd en de thunderbelofte is net zo sterk als het thundertanium. Tenzij een giechelende rijke vent je hoofd op zijn ondergoed wil zetten. Ik heb het skateboard gevonden. Sorry dat ik al 2 uur aan het roffelen ben. Ik denk dat onze bijzondere gast niet meer komt. Ik denk het wel. Waar was je? Ik vergeef je. Doe je ding. Applaus voor voormalig superheld Thunderman. Wauw. Dat thundergoed staat hem supergoed. Zo stoer en comfortabel. De stof laat zuurstof door en zo blijf ik supercool als ik mijn kinderen afzet op school. Of als ik langs ga bij Klapsburger om aan mijn belofte te houden. Nu met gepatenteerde elastiektechnologie. Dus tot ziens, vieze hangende onderbroeken. Tot ziens, vieze hangende onderbroeken. Wat is
is hij dan fantastisch, net als Vandergoed. Je moet er één kopen. Eén plus één gratis. Nul plus twee gratis. Probeer het gewoon. Sorry, Blobben. Je kan niet altijd winnen. Of normaal zijn. Het is niet het eind van de wereld. En gelukkig staat mijn gezicht hier niet op. Ik zie je later, Thunderfamilie. Ik ben trots op je, lieverd. Oh, nou, het was misschien gênant, maar mijn kleine meisje heeft vandaag een lesje geleerd. Tot ziens, vieze hangende onderbroeken. Ach, ze heeft tenminste nog wel iets geleerd. Ik moet een beter plan bedenken. Nee, echt niet, Phoebe. De tijd dat je mijn rotzooi moest opruimen is voorbij. Dus je geeft het toe? Ja, natuurlijk doe ik dat. Ik wil het best toegeven. Alleen niet op tv of tegen iemand anders. Waarom niet? Daarom niet. Ik wil niet steeds met de billen bloot over toen ik nog slecht was. Ik ben nu een superheld. En ik heb super strakke billen. Kap eens over je billen. Nee. Dit moet ik zelf oplossen, Phoebs. En ik zeg ook lekker wat ik zelf wil. Bill. Oké, als het zoveel voor je betekent, best. Dan doen we het op jouw manier. Bedankt. Dat is de superlimo. Kom mee. Oké. Okay. Mijn telefoon. Oké, okay, schiet op. Sorry, Max. Dit is een van je puinhopen die ik moet opruimen. Met een beetje hulp van Dark Mayhem. De enige weg naar die kamer is door dat luik daar, dus doe normaal. Oké. Okay. Hoi, waar zit de cake? We doen normaal! Phoebe, Max, jullie zien er mooi uit. Max, wat zit er onder je cape? En onder uw cape? Wat? Gebeurt bij iedere prijsuitreiking. Wacht, waar is die stinkbom? En wat doet die wc hier? Die wc daar is de stinkbom. Een kwaadaardige metafoor. Maak jij hem maar open, ik raak hem niet aan. Ik ook niet. Daarom heeft hij ook stembediening. Hoi, brillenman. Ik ga mijn citroenstralen laden om het plasma te activeren. Kom op, schatje. Doe het voor Maxie. Hey Max, je gaat dit niet zo leuk vinden, maar er is iets dat ik moet doen. Je weet dat de wc niet echt is, toch? Ja, ik bedoel dat... Woehoe! Hij is aan het laden. Oh, dan moet ik het ophouden. Te veel info, Phoebe. We houden het kort. Ik werd geboren in de grote stad. En ik werd geboren in een schuur. Terwijl ik over wolkenkrabbers vloog... Sprong ik over... De tijd dringt. Hoe lang moet die straler nou nog laden? Als mijn berekening klopt, 3 citroenen en deze limoen. Als die stinkbom afgaat, zal elke super strak stinken naar een olifantenoksel. Nu vraag ik me af hoe je die geur eigenlijk kent. Daar gaat het nou niet om! Het spijt me, Max, maar ik kan niet wachten tot je dit oplost. Je hebt geen keus. Je krachten zullen hier niet helpen. Mijn krachten niet, nee, maar die van Dark Mayhem wel. Dat maakt niks uit, tenzij je ze gepakt. Oh nee, je hebt ze gepakt! Misschien moet je achteruit gaan. Phoebe, wat ga je doen? Sorry hoor, ik denk dat die hippe hotdogs van daarnet moeten blaffen. Waarom heb je Dark Mayhem's kracht uit de bol gehaald? Max, ik moest wel. Ik zei toch dat het gevaarlijk was? Ja, voor jou, ik kan het aan. En ik denk niet dat je draagbare sapper ons zal gaan redden. Dat was verrassend krachtig. Zie je, ik had mijn eigen zooi opgeruimd, zonder jouw hulp. Oké, kunnen we het niet positief bekijken? Onze toekomst als supers is gered en het ruikt hier citroentastisch.
Oké. Tot ziens, slechte krachten. Ik zei tot ziens. Adios. Arrivederci. Oh nee. Ik kom niet van Dark Mayhem's kracht af. Met mijn kwaadaardigheid kun jij mijn kwade plan voltooien. Alles dat je nodig hebt ligt in een grot op de bodem van de Jammervulkaan op Hawaii. De Jammervulkaan? Waar ben ik mee bezig? Waarom luister ik überhaupt? Verzet je er niet tegen. Maak mijn werk af en laat me wraak nemen op de heldenwereld. Ik wil geen wereldheerschappij. Wel waar. Ik zie het in je blik. Hou hiermee op. Het is slechts een kwestie van tijd, Thundermeid. Binnenkort ben je precies zoals ik. Ik word nooit zo slecht als jij. Ik word nog veel slechter. Deze vulkaan wordt omringd door watervallen. Dat moet de Jammervulkaan zijn. Snel erheen. Oh, Phoebe, kom. We gaan een familieselfie maken. Oh, aloha. Heeft u iets om mijn familie af te leiden terwijl ik chaos creëer? Oh, top. Bedankt. Leuk heuptasje. Zegt niemand ooit. Zeg allemaal Thunder Family. Thunder Family. Hoe dan ook, ik heb hier wat folders voor jullie. Er is zoveel leuks te doen hier. Oh, kijk, er is een knutselclub en die begint over 5 minuten. Daar wil ik naartoe. Natuurlijk wil je dat, want je bent toch niet van Lotje? Dit is een folder over kitesurfen. Dat lijkt me tof. Mij ook. Wow, we zouden toch met z'n allen samen dingen doen? Ja, nou Henk, laat hun kitesurfen terwijl wij met Chloe naar de knutselclub gaan. Oké, best. Maar we zien elkaar daarna weer bij de luau voor het vleesfestijn. Familiefestijn. Dan had je maar zelf moeten stoppen. Hey, Billy verdronk daar net bijna. Ja, wat is er toch met je? Stop me te volgen, Max, of ik laat je pas echt iets gevaarlijks zien. Kijk, dit is nou precies wat ik bedoel, Phoebe. Je doet vijandig sinds je Dark Mayhem's kracht hebt gebruikt. Ik waarschuw je, Max. Je hebt zijn kracht nog steeds. Natuurlijk. Hoe krijgt een meid anders wereldheerschappij? Waar zijn mam en pap? Een steen wassen. Een steen wassen? Waarom doen ze dat? Vanwege de vloek. Hallo? Oké, jongens. We moeten Phoebe zelf stoppen. We hebben die bol nodig om haar kwade krachten te vangen. Chloe, kun je naar huis teleporteren om de bol te halen? Oh, wacht. Dat kan niet. Hij ligt in de geheime wapenkluis. In open haard. Waarom ben ik de laatste die hiervan af weet? Goed, Chloe, ga maar. Weet je, dit was nooit gebeurd als we in Delaware waren. Alsjeblieft. Super. Goed, jullie twee, kom mee naar de treinbuggy. We volgen Phoebe's bandenspoor. Chloe, zeg papa en mam dat we Phoebe redden. Kom mee. Oké. Doe dit, doe dat. Ik heb ook vakantie, hoor. Je mocht hier niet komen, Max. Ik moest wel. Zonder mij win je niet van Dark Mayhem's slechtheid. Het is nu mijn slechtheid. En hij is sterker dan jouw slechtheid ooit was. Geef het op, Phoebe. Je kwaadaardigheid is voorbij. De bol. Max, zet hem neer! Dit is voor je eigen bestwil. Oh. Nee, Phoebe! Die bol is je enige kans. Dan blijft er niet veel over.
naar het vulkaan op toe, de Snorkto. Ik moet een wereld overheersen. Leuk kennis te maken, jongens. Phoebe, kom terug. Blijf maar lekker daar. Deze grot zit potdicht. De enigen die ons kunnen redden zijn... Moment, Bob! Hoe komen jullie hier? Ik ben Thunderman. Ik ben een expert in mensen opsporen. Daarna zit er een opsportchip in Billy's rechterkies sinds de 5e. Oh, daarom is die tante schoen. En hoe zit het precies met Phoebe en Dark Mayhem's krachten? Zij in een raar robothoofd willen met behulp van de vulkaan Malvexium verspreiden over de wereld. Malvexium? Hoe is dit gebeurd? Ik leg het onderweg uit. We moeten haar tegenhouden. Goed jongens, we forceren deze deur. Familie, of niet, aan de Destructo? Misschien die ouwe. Ik hou wel van mijn moederbord. Klaar voor de aanval? Ons grootste wapen is een element van verrassing. Verrassing. Oh, het spijt me jongens, maar het komt slecht uit. Voor jullie. Snel, gebruik Dark Mayhem's krachtveld om ze te vangen. Kan ik dat? Zo vet! Geen zorg, ik hou ons hieruit. Oké, Cherry, sta op het dak. Dan pik ik je op met mijn capsule en vertel ik je alles. Hé, praat graag. Je gast ontsnappen. Jij bent Max. Wat zijn jullie aan het doen? Ik haal mijn zusje terug. Nu, mam. Je pakt mijn kracht er niet af. Ze zei niet eens van jou. Dit is mijn kans. Computer, activeer het lichaamscommandocentrum. Activeer. Initieer de hoofd-lichaamkoppeling. Eindelijk. Wat doe je, mam? Een kerstboom verlichten? Geef me meer kracht. Ik zal jullie vernietigen. Niet voordat ik jou red. Phoebe! Voorzichtig. We weten niet of ze weer goed is. Daar komen we maar op één manier achter. Phoebe, ben je weer goed? Ja. Ze is goed, jongens. De dagen dat ik een hulpje was zijn voorbij. Het is tijd dat Destructo de wereld overheerst. Oké, dit is fout, maar hij heeft dat lichaam nog nooit gebruikt. Hij moet er eerst nog aan wennen. Hij is eraan gewend, denk ik. Als die hendel weer goed staat, zal de vulkaan stoppen. Maar we moeten wel eerst langs hem. Maar hij kan ons toch niet allemaal aan? Ah! En trouwens, ik wist niet dat hij dat kon doen. Ah! Iemand anders nog een idee? Ik kan hem hier wegvliegen, maar hij ziet me aankomen. Ik kan daarmee helpen. Een ranzig broodje kwal? Waarom heb je die nog steeds? Om dit te doen. Grapper, wat is dit? Thunderman, vlieg weg! Nu kun je die hendel niet meer bewaken. Bedoel je deze hendel? Nu staat niets mijn wereldheerschappij meer in de weg. Ik ben nog niet dichtbij genoeg. Ik moet lager. Mijn telekinese kan niet verder komen. Ik heb je. Doe het. 4, 3, 2, 1. Uitbarsting mislukt. Is ze gelukt? Ja,
Nou, dank je voor je hulp. Waarom is het nog steeds gisteren? Weet ik veel. Ik heb geen idee waar jullie het nou weer over hebben, maar Phoebe, je topje is stom. Misschien is het geen toeval dat we maar blijven hangen in de dag voor het Seacorps kampioenschap plaatsvindt. Waarom net vandaag? En niet de dag dat jij met je beugel in het hek vast zat? Hé, hey, dat is niet grappig. Ze kregen me pas na 3 uur los. Het Seacorps doet het vast niet zomaar. Misschien kan voorzitter Kickbutt helpen. Het Seacorps neemt ons toch niet in de maling? Tenzij het een of andere test is. Oeh, ik word graag getest. Dat weet ik. Maar stel, het is inderdaad een test. Dan zou hulp inroepen vals spelen zijn. En jij speelt niet vals, toch, Phoebe? Echt niet? Dan sta ik nog liever te tongen met dat hek. Ik wist dat dat het was! Oké, niet afdwalen, ja. Als dit echt een test is, hoe slagen we dan? Nou, we moeten genieten van onze vrije dag. Misschien moet het wel de dag van ons leven zijn. Max, het is het Z-korps, niet het pret-korps. Maar het was wel een direct bevel. En het enige wat jij leuker vindt dan een test, is een direct bevel. Oké, als feesten een eind maakt aan deze dag, dan gaan we feesten ook. Oh, wacht, het is mee, dus weg! Dat was nog eens een vrije dag. Die map met die bezem was het wel waard. Net als dat ritje op die olifantenrug, dat ritje op die neushoornrug, die landing op onze rug, topdag. We hebben maximaal lol getrapt en een 10 voor de Z-korps-test. Als we wakker worden, is het morgen eindelijk morgen. Moeten we deze rotdag echt ons verdere leven herbeleven? Jezus, wat een aansteller! Weet je, ik bel de Heldenbond. Die helpt ons wel. Nee! Max, geef mijn telefoon terug. Ik wil dat dit ophoudt. Nee, Phoebe. Waarom niet? Omdat ik dit zelf wil oplossen. Als superhelden zouden we dat toch moeten kunnen? Maar... Geen gemaar. Dat is hetzelfde als kan niet en wil niet. Nu doe je gewoon vreemd. Maar als je dit echt wilt, goed dan. Ik wil het. Goed, ga nu naar boven en eet een pannenkoek van pa die jij lekkerder vindt dan wij. Ik kom er zo aan. Het valt niet mee om je geheim te houden, tijdlust klok. Tijdlust klok? Het Z-korps laat ons deze dag niet overdoen. Maar jij. Drama! Max, ik eis een verklaring. Ja, ik liet ons deze dag steeds opnieuw beleven, maar met een goede reden. Fijn, vertel maar. Het is nogal wat hoor. Ga maar even zitten. Ben benieuwd. Oké. Daar gaat hij. Max, kom hier! Het is voorbij, Max. Maar, Phoebe, nee, alsjeblieft. Waarom niet? Waarom laat je morgen niet komen? En nu de waarheid graag. Omdat ik bang ben, oké? Ik ben nog niet klaar voor morgen. Straks kwalificeren we ons niet voor de kampioenschappen. Dat zien we dan wel weer. Zo simpel is het niet voor mij. Ik heb nog nooit zo hard voor iets gewerkt. Ook niet om schurk te zijn. En als ik zak, wat dan? We zakken toch niet. Dat weet je niet. Max, kijk eens wat je allemaal al hebt gedaan. En hoeveel je al hebt bereikt. We zijn een topteam. Oké, en we laten ons niet weerhouden door de angst voor slecht nieuws. Je hebt gelijk. Ik ben een kanjer. Ga je gang maar. Wat doe je? Oh, hoi. Knoeien met de tijd had het einde van de wereld kunnen zijn. Maar, nee. We leven nog. Assistent Bink. Ja? Ik wil niet zeuren, maar de glijbaan is een beetje stroef. Ik ben pas content als jouw assistent.
Ging hij nou? Ja, hij gleed omhoog. Hij is fantastisch. Hij hielp me net al aan een outfit voor lentekriebel en een date. Hier, geen idee wie die knapperd is, maar volgens Assista Bink matchen we bijna 100%. Regelt hij ook dates? Ik zet hem alleen maar in voor mijn huiswerk. En voor het lamineren van mijn sokken. Glijbaan is gepoetst. En ik heb deze gevonden. Mijn panfluit! Hey, Assista Bink. Wat doe jij nou hier? Volgens het schema moet je me helpen aan een date. Oh ja, ik zat in jouw tijd, maar dan mag jij hem nu ook wat langer. Dat is niet oké. Je steelt mijn tijd. Ik heb je tijd niet gestolen, maar zonder te vragen geleend. Nou, in dat geval leen ik dan nu ook jouw cape zonder te vragen. Geef mij mijn cape met vele zakken! Hé, hey, die zakken zijn gemaakt in mijn tijd, dus die zijn nu van mij. Ik had een kruissteek moeten doen. Mijn cape? Er is een zak uit mijn cape. Alles wat je lief is gaat kapot! Phoebe! Sorry. Phoebe, nee! Assista Bink heeft de hele dag over mijn huiswerk gedaan. Nou, pech gehad. Nee! Dit is voor het eerst dat hij zich druk maakt om huiswerk. Thunder tweeling, maak geen ruzie. Hou je naar buiten. Vanaf nu is Assista Bink mijn assistent. We gaan... Hé, mijn assistent gaat nergens naartoe. Hij is van mij. Van mij? Stop nou toch met ruzieën. Anders verander ik in een gefrustreerd monster. Gast, je bent volwassen, niet janken. Hij mag jouw assistent zijn. Wat ben je aan het doen? Dit monster kan meer met panfluitmuziek. Ik noem het Mijmer over Machu Picchu. Zorgt dit toch nog voor iets positiefs? Hoe maken we dit monster blij? Ik heb een idee. Laat me niet weer alleen. Hey, ik kan ook typetjes. Ik kom uit New York. Wij eten burgers voor ontbijt. Die panfluit verpest ook mijn typetjes. Misschien wordt hij blij als we zeggen hoe erg we hem waarderen. Assista Bink, je kan mooie capes maken. Zie je? Het schild beschermt hem tegen rondvliegende voorwerpen. Hier, kom achter mijn schild staan. Oké. Mijn fout, hier. Jij die hoek, ik deze. We delen hem. Goed idee. Wauw, delen we nou voor het eerst iets samen? Blijkbaar. Is het ons toch nog gelukt voor we verslonden worden door een woedend monster? Bravo, Thunder Trailing. Assista Bink? Ongelooflijk zeg, wat maakten jullie me verdrietig. Maar ik werd weer blij toen jullie die cape deelden. We hadden ons lesje nooit geleerd zonder die tuinspullen naar ons hoofd, dus bedankt, Assista Bink. Nu wel een knuffel? Ik dacht het niet. Oké. Wat kijken jullie? Ik zeg, meiden, geen mobiele telefoons. Op het platteland, zegt ze dan. Ik alpaken ze af. Voor later. Kom mee. Ik alpaka's af voor later. Is zo grappig, mam. Vind je ook niet, Nora? Ik kom niet meer bij, Phoebe. Oké, ze is weg. Plan B. Jij leidt boerin Barb af en ik ga naar beneden om Best Chefs te kijken op Max's computer. Maar hoe kijk ik dan Best Chefs Forever? Ik vertel het je wel. Auw! Goed, we wisselen af. Kort vraagje. Heb je al een lekker glaasje messap gedronken? Eeuw, nee. Ik wel! Dus is het jouw beurt voor de mukboekerhel? Maar chef Brielle en chef Brianna koken voor een ninja-huwelijk. We kijken die aflevering samen wel af. Oké, geef die koptelefoon. Nee, laat los. Onder Max en bed ligt er vast nog één. Eeuw, ik voel hier een verrotte pompoenlantaarn. Ik heb hem. Op het nippertje.
De kust is veilig. Nee! Ik dacht al dat er iets was. Mam, we kunnen het uitleggen. Wat precies? Dat jullie logen over het tuinhuis om te kunnen ontsnappen aan de meidenavond? Oh, dat had je dus door. Doe geen moeite. Ik zal nooit meer een MacBooker meidenavond vieren. Hé, hey, mam. Wauw, we hebben mam echt gekwetst. Ja, zo kwaad heb ik haar nog nooit gezien. Ik weet niet wat jullie hebben gedaan, maar los het op! Inderdaad. We waren zo druk met die stomme serie dat we de avond voor mama hebben verpest. We gaan naar buiten, zeggen sorry en geven haar een knuffel. Oké. Goed, nieuw plan. Wij trakteren haar op de beste meidenavond in de geschiedenis van de MacBookers. Man, wat heb je een pech met zo'n naam. Wat doen jullie? We hebben ons als ezels gedragen, dus geven we jou de MacBookers meidenavond van je dromen. Een echte alpaca? Meiden, jullie hoeven echt niet te doen alsof. Ik weet dat jullie dit eigenlijk niet leuk vinden. Geniet nou maar van de jugband klanken van de Thunder Girls. Nee, er is niks anders zonder Barbie erbij. Nee, er is niks anders, ze doet alles voor mij. Ze heeft ook nog tijd om muziek te maken. Zo weet iedereen te vermaken. Een boerenmeidbuurzang, een MacBooker als geen een. Er komt bliksem uit de teen. Haar familie is haar trots en haar trots is zij. Dus haar kinderen en haar man zijn altijd heel dichtbij. Ieder zo zijn smaak. We zijn echt terug in de tijd. Auw, waar is dat goed voor? Gewoon even checken of ze het ook doen in 1955. Verberg de deeltijdmachine voor we Heinrich gaan zoeken. Hier zit een knop met camouflage eronder. We kunnen nog zorgen dat het niet gebeurd is. Wat als we zorgen dat hij niet op school komt? Ho, ho, Max. Klooien met tijd? Oké. Maar wil je ook klooien met absenties? Phoebe, als hij niet op school aankomt, kunnen ouders het verhaal niet meer vertellen. Ik bevries hem en als hij weer ontdooit is de dag voorbij. Kan hij missen, toch? Ik haat het als je kan niet missen zegt. Ja, kan hij missen, toch? Kan hij missen. En nu stoppen. Kom op, voordat hij weg is. Grote gutten, wat was dat? Oh nee, mis. Billy Blokken. Grote griemels, ik word overvallen door superschurken. Wij zijn geen superschurken, maar superhelden. Ik word overvallen door superhelden. Wij willen niet naar school op een winderige dag over 60 jaar. Sta stil. Scheer je weg, schoppenjakken. Auw, mijn been. Stelletje monsters, nu mis ik school. Ja, dan zit ons werk erop hier. Zo kan ik niet dansen. Wat zet ik nou in mijn dansschriftje? Dit kunnen we niet maken. Hallo? Hey, wacht! Hey, Bradford! De naam is Ted de Tank. Wat moet je van me? Wat is er gebeurd met Schuildorp? Ja, Heinrich Schuildorp de Derde is toch burgemeester van dit mooie stadje? Heinrich Schuildorp de Derde? Koning Heintje? De maffiabaas? De maffiabaas? Koning Heintje? Iedereen kent het verhaal van koning Heintje. Vier superhelden vielen hem aan. En hij miste zijn danswedstrijd. Zijn haat voor superhelden dreef hem tot een leven vol misdaad. Dat ken ik. Heinrich ontpopte zich tot een maffiabaas en greep de macht in Schuildorp. Hij verbande alle superhelden en beren. Het is een kwaaie, die Heintje. Yo, Heinrich, ken je mij nog? Ja! Hey, maatje, even chillen. We komen je helpen. Chillen? Is dat superheldentaal vanwege jullie ijsademkrachten? We zijn terug om ons excuus aan te bieden. Jullie doen me niks. Niet dat het nog erger kan. Mijn perfecte presentie is toch al naar de haaien. Ken ik. En daarbij, mijn partner voor de danswedstrijd liet me vallen als een baksteen. Het is maar een danswedstrijd. Als je van binnen maar een winnaar bent. Hier. Hij spreekt niet namens ons.
Ik wilde die wedstrijd winnen om populair te worden. Tikke me, ik had klassevertegenwoordiger kunnen worden. Of burgemeester. Dat zit er niet meer in, dankzij jullie. Nou hebben wij het gedaan. Ik praat alleen nog maar met jullie. Laat ons je nou helpen met onze krachten om die wedstrijd te winnen. Ik wil je partner wel zijn. Kun jij dansen dan? Of ik kan dansen. Ze noemen me niet voor niets Phoebe Foxtrot, hè? Tja, 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 tja. En wat zeg je hiervan? Afronden met wat Phoebe pasjes. Oh, dat laatste koppel wordt nog lastig. Alle remmen moeten los. Riemen vast, Heintje. Max, alle remmen los. Is zo nieuw en anders. Lelijk. Jammer dan. Zij winnen. Hier zijn we weer. Ik ben door een melkkar geschept. Heb je gewonnen? Nee, verloren. Moeten we nu terug naar Boevenstad? Heb ik voor niks mijn kuif laten verzieken? Heinrich is hier vast kapot van. Ik heb de avond van mijn leven. Of apart blij. Bedankt, luidjes. Iedereen was voor ons. Kijk, ze doen de Heinrich. Heinrich, die dans is meters. Doe mee aan de klassenverkiezing. Mijn stem heb je. Sorry, staat ze nou de chance alsof ik er niet ben? Phoebe, laat het gaan. De toekomst is veilig. Kom naar huis. Wacht, voordat jullie gaan, wil ik graag met jullie op de foto als aandenken. Wat, hè? Dat is zo'n tijdelijke winkel die hoedjes, haarbandjes en strikjes verkoopt. Bakken vol strikjes. Oh, ik zoek wel een tijdje nieuwe zonneklep. Houd de zon uit je gezicht, maar je hoofd kan vrij aan. Ja, de vorige 8 waren zomaar opeens verdwenen. Nora, help je me mijn eerste strik te kopen? Ik wacht al je hele leven tot je dat zou zeggen. Jee, dat is mijn strikdebuut. Goed, ons kasteel kan wel wat ketchup gebruiken. Ik hou wel. Pap, niet jouw geurprinses opeten. Stace, kijk. Haar ketchuppompstijl is vlekkeloos. En haar strik zit ook perfect. Ja! Yes. Weet niet of jullie weten dat ik het hoor, maar ja dus. Dat was best wel hard. Ik hou van haar. Ik ben Stacy, dit is Heather. Ik ben Nora en ik weet wie jullie zijn. De meisjes die hoofdpannen en strikken weer cool maakten. Groot fan. Wacht, lampje, briljant. We gaan morgen allemaal naar de pop-up haarshop. Willen jullie samen met mij? Haarbanden, hoedjes, strikken. Dat is gewoon logisch, toch? Lijkt me te gek. Oh nee, toch? Zijn we nu een clubje? Ja! Oh, dat is waar ook. Ik heb mijn zusje beloofd om met haar naar de haarshop te gaan. Maar misschien kan ze wel mee en... Ho maar, pauze en stop. Wil je hangen met je kleine zusje? Ja. Dislike. Nora, hangen met ons is hangen met vriendinnen. Hangen met je zusje is gewoon gratis babysitten. Het is oké. Misschien wil ze gewoon geen lid zijn van het trendsetting trio. Oh, echt wel? Op mijn zusje passen kan altijd nog. Voor geld, natuurlijk. Dus is dat een ja? Nee, dat is een ja! Ja! Blauw hoedje of oranje hoedje? Allebei. Ja! Oh, weet je, Nora, we hebben al tijden niet zo pret gehad met iemand anders dan onszelf. Je bent zeker wel blij dat je zusje niet mee is. Uh-oh. Kijk, mami, de strikken liggen daar. Nora, is dit hoedje nou schattig of super suf? Hey, waar is ze nou? Geen idee, maar volgens mij is dat hoedje van vorig jaar. Eeuw! Chloe, het is zo lief van je dat je hoofdluister riskeert om een strik te kunnen kopen voor jou en Nora. Als ik ook maar één iemand zie krabben, zijn we hier weg. Eigenlijk, Barb, ziet het er best netjes uit. En dus is het zonnekleptijd! Ik ga op zoek naar een superklep voor een super... prijsje. Oh,
Die klep is vreselijk, maar hij klept zo leuk. Die zijn niet speciaal genoeg voor Nora. Hoezo niet, Chloe? Ik wil haar de mooiste strik geven, want zij is de liefste grootzus van de wereld, baby. Oh. Oké, nou, dan zoeken we gewoon verder tot we de perfecte strik hebben gevonden. Daar ben je. Hier, die is voor jou. Die past bij onze ogen, dus als we naast je staan, springen we eruit. Heel mooi, bedankt. Nieuw plan. We gaan naar het winkelcentrum en shoppen daar verder. Is dat vanwege je familie? Maak je geen zorgen om die stumpers. Hoezo stumpers? We zagen ze net en je zusje deed zo van... Ik hou van mijn grote zus, ze is een kinder baby. Zo doet ze helemaal niet. Nou, was best wel goed. Maar ze had ook ergens anders heen kunnen gaan en ze komt hier speciaal voor mij. Ben je liever met ons of met je lieve kleine zusje? Jullie... Ja! Zijn vreselijk. En dat gejaas van jullie slaat nergens op. Het is yes, met een E. Kijk, Nora is er. Wacht even. Is je hoofdluis weg? Ja, die heb ik uitgeroeid om bij mijn zusje te kunnen zijn. Oh. Dit is mijn strikdebuut. Kijk eens, ik heb een zonneklep. Nora is er. Hou je luizen weg van mijn zonneklep. Een jacuzzi in je lap? Daar komt niets van in. Ik bouw geen jacuzzi. Hey Max, is deze bikini wat voor in de jacuzzi? Die komt er niet, ranzig konijn. Dus zij moet terug naar de webwinkel? Ja! Max, je kunt niet zomaar alles doen zonder onze goedkeuring. Hey, als ik eerst alles moet vragen, dan had ik nooit een boot gehad. Wat voor een boot? Niet van onderwerp veranderen. Waarom mogen je ouders de post niet zien? Oh, om je rapport te verbergen? Baby Thunderman heeft een onvoldoende. Geen grappen daarover, Jerry. Echt niet. Nee, ik heb iets besteld wat ik niet mag van mijn ouders. Oh, daar is het. Even tekenen alsjeblieft. Para 4 en duimafdruk hier. Nog net geen oogscan. Oh, dus wel. Oeh, wat voor iets ondeugends heb je besteld, Phoebe? Pepers. Vergooi je leven nou niet voor... Huh, pepers? Ja, hoe heette de peper, hoe heette mijn ademstraal? Volgens mijn ouders zijn pepers funest voor mijn krachten, maar volgens mij word ik er een nog grotere superheld van. Hier, eens zien wat de Fiji's smoelensmelter doet. Zeg en feestelijk. Dat dus. Zo weten boeven niet of ze help moeten roepen of gelukkig nieuwjaar. Jawel, Henk en Barbara. Jullie vallen me niet meer lastig met jullie stomme regels. Max Thunderman woont hier niet meer. En waar denk jij te gaan wonen, meneertje? Ik verhuis naar opa Gideon's regelloze penthouse. Oh ja? Zie je? Gideon vindt het oké. Weet je wat? Ga maar. Dat is wel een goede ervaring voor je. Ja. Leer je ook eens je eigen onderbroeken wassen? Dat hoeft dus niet. Ik keer ze wel binnenstebuiten. Voor het avondeten is hij terug. Nou, mooi niet. Ik zorg heus wel voor mezelf. Gideon, help eens sjouwen. Opa Giddy, de flat is te gek. En het mooiste heb je nog niet gezien. De deur. Doei. Max, Phoebe mag blijven als ze dat wil. Ja, het meisje van mijn kleinzoon schop je er niet uit. Ik ben zijn meisje niet. Best. Jij bent aan het daten met Gideon, dus blijf maar. Wij daten niet! Kom, Gideon. Het is jacuzzi-tijd. Help even zoeken naar mijn badeentje. Opa, die ligt in de badeentjeskamer. Goed, aangezien jij mijn flat inpikt, pik ik dus lekker je pepers in. Hé, hey, dat is mijn Tibetaanse billenbrander. Nu niet meer, geen regels. Dat heb je niet gezien, oké? Het enige wat ik zie is deze Litouwse lavapeper. Je bent dan misschien verboden in 17 landen, maar welkom in mijn buikje. Nog eens mijn beeldige badje! Ik probeer jij eens, er is iets met mijn vriesadem!
is al te laat. Iedereen moet nu naar buiten. Hou jij de giddies? Ik red mezelf. Gelukkig heeft mijn opa toch één regel. Hou altijd de brandblusser paraat als er geen regels zijn. Sorry dat we uw mooie flat bijna op hebben geblazen. Oh, dat gebeurt me zo vaak. Phoebe, ik begin me toch af te vragen of pap en mam niet gelijk hadden met hun regels. Viel het kwartje door de kerosine of door je drakenwindjes? Hou dat osje kwek! Mam, pap, sorry dat we niet naar jullie luisterden. We zeggen niet, zie je nou wel. In plaats daarvan doen we dit. Ouders! Van nu af aan laat ik de ontwerpen van mijn gevaarlijke uitvindingen eerst zien. Als je nou eens geen gevaarlijke dingen meer uitvindt. Goed, maar ik hou mijn boot. Die ik dus niet heb. Nou, ik ben al blij dat ik mijn liefjes eindelijk hun les geleerd heb. Maar één ding wil ik wel graag weten. Hoe lang blijft hij hier? Hé daar, kijken jullie onze film? Nee, dit is tenminste echt leuk. Chloe's favoriete serie, de Wonderfluppies. Het is voor kleuters van 6. Jij wou het 2 keer zien. Ik ben toch ook 13? Reken maar uit. Dit is gewoon verkapte reclame voor speelgoed en ijsjes. Niks van waar. Hallo, willen jullie speelgoed en ijsjes? Ja! Bestel dan nu snel je eigen giga superschep ijs drone sorbet. Oeh! Thuis bezorgd door een supercoole vliegende drone. Slechts tijdelijk verkrijgbaar. Oh, vet! Mogen wij die? Ja, natuurlijk mag dat, jongens. Ijs eten uit de vliegende robot is toch een onvergetelijk familiemoment? Vind ik ook, hoor. Voor zulke momenten namen wij 4 kinderen. 5 kinderen. Afgesproken, wij kopen die sorbet! Yay! Maar niet vandaag! Yay! Wat? Dat weten jullie toch? Papa en ik gaan naar een musical in de Metroburg Schouwburg. Ik heb eerste rangs kaartjes voor Annie Pak je Lasergun. Opgelet, hier staat de ideale echtgenoot. Die sorbet smaakt nog lekkerder als we hem samen kunnen delen. Dat beloof ik. Gedraag jullie! Oké, doei! We bestellen die sorbet, toch? Is al besteld. Maar papa en mama wilden er een onvergetelijk moment van maken. Die man van de reclame zei dat hij maar tijdelijk verkrijgbaar is. Straks zijn ze op. Oh, dan heb je het goed gedaan. Magnifiek. Miraculeus. Hij is Joepie de Poepie. Lekker ijsschransen! Het is niet voor jou, haarbal. Willen jullie ouders beroven van hun onvergetelijke familiemoment? Zonder mij? Mogen jullie hersens bevriezen? Laatst zei je nog dat ik geen hersens had. Wat is het nou? Colosso heeft gelijk, jongens. Ze worden vast boos als we dit zonder hen opeten. Dus wat doen we nu? Familie gaat voor. We doen wat goed is. We hebben niet gedaan wat goed was. Ik voel mijn gezicht niet meer. Jullie kunnen nergens tegen. Liefies, we zijn thuis. Ze mogen niet weten dat we ijs op hebben. Trek je buik in. Ja, hi kids. Hoi ouders, jullie zijn vroeg ijs. Sorry, ik bedoel de ijs. Die kaartjes waren dus voor volgende week. Opgelet, hier staat de gebrekkige echtgenoot. Maar het goede nieuws is dat we nu de giga super schep ijs drone sorbet gaan bestellen. Wat? Goed idee, dat wordt smellen. We hebben hem onderweg al besteld. Oh, dat zal hem zijn. Oh, hij is Joepie de Poepie. Wil ik nog even zeggen hoe fijn wij het vinden om deze mooie familiemomentjes te delen met jullie.
als jullie volwassen zijn. Zijn deze herinneringen hartverwarrend? Mijn hart zit vol met ijs. Ja, mijn hart ook. Oh, Henk, dit moet op de video. Oh ja, goed idee, schat. Billy en Nora, omdat jullie zo geduldig hebben gewacht, mogen jullie twee het eerste hapje. Daar gaan we. Er zit niks anders op. Ik kan het niet. Ik ook niet. Wat? Jullie hadden toch zo'n zin in die drone sorbet? Dat klopt. En daarom hebben we er 2 uur geleden al een gehad. Wat? Ja, wat? Het spijt ons heel erg. Als het beter voelt, ik zeg van mijn leven geen ijs meer. Ah, stik. Nou, we zullen jullie nu toch echt moeten straffen, hoor. Ja, jullie hebben huisarrest. En hoe denken jullie nu dat we al dat ijs opkrijgen? Wacht, waar is het? In mijn buikje, dombo's. Bewaar wat voor mij, dokter Flappy. Oh nee, Barb, is Chloe weer haar dekentje kwijt? Misschien weet ze zelf waar die ligt. Ben jij niet goed bij je hoofd? Toch hoe gehecht ze is aan dat ding. Ja, de vorige keer heeft ze het hele huis leeg geteleporteerd om hem te vinden. Mijn glijbaan was weg. Ik moest als een hond de trap gebruiken. Ik verstop me achter mijn huiswerk. Ik verstop me voor Phoebe. Barb, elke keer als ze haar dekentje kwijt is, raken wij in paniek. Misschien moeten we dit nu anders oplossen. Nee, ze mag zelf weten hoe lang ze dat dekentje nog houdt. Nou, doe maar met die spier en til de bank even op. Gevonden. De keuken waar we naartoe gaan om iets lekkers voor je te maken. Chloe gaat het dekentje nooit loslaten als mami hem steeds voor haar blijft vinden. Maar papi weet precies wat hij moet doen. Het zelf loslaten en aan mama overlaten. Eerst verstoppen we haar dekentje. En dan zeggen we dat hij weg is. Ze wordt verdrietig, maar ze komt er wel overheen. Daarna gaan we Khloe Kardashian helpen. Tuurlijk. Khloe! Hey, papi. Liefje, ga even zitten. We hebben helaas slecht nieuws. Je dekentje is weg. Wat? Je dekentje is weg en je zal ermee moeten dealen. Oké, rustig aan, Billy. Lieverd, je bent verdrietig, maar... je kan hem altijd vinden in je hart. Hij ligt toch in het kastje? Billy bedoelt dat je hem altijd kan vinden in het kastje in je hart. Maar het is tijd om door te gaan. Ik mis mijn dekentje. Ze lijkt nog best wel verdrietig. Zou ik nog een keer schreeuwen? Nee. Dit is gewoon onderdeel van het proces. Ze heeft dit allemaal afgesloten over 20 minuten. Ik mis mijn dekentje! We pakken haar dekentje. Dekentje! Oh, hij is weg! Wat is weg? Mijn slechte bui nu jij er weer bent, lieverd. Ik mis mijn dekentje! Ja, wij weten niet waar die is. Ga maar snel naar boven. Misschien ligt hij daar. Ja. Het dekentje loopt toch niet zomaar weg? Iemand moet hem gepakt hebben. Het was vast Colosso, want hij heeft altijd snode plannen en hij ligt daar in het dekentje. Je bent zo zacht. Ik heb jou mijn hele leven gezocht. Oh. Colosso, kom met je konijnenkont van Chloe's dekentje. Oh, is deze van Chloe? Ah. Dat laat me hartstikke koud. Ik weet dat we je dekentje al een hele dag kwijt zijn, maar alsjeblieft, hou op met dingen weg te teleporteren. Hij ligt niet onder de tafel. Oh. Dit nieuwe dekentje lijkt precies op die van Chloe. Ze gaat absoluut geen verschil zien. Chloe, we hebben hem gevonden. Dekentje! Oh, gelukkig. Waar lachen? Ja, maakt niet uit, zolang ons kleine meisje maar gelukkig is. Denken jullie dat ik dom ben? Dat hoopten we eigenlijk wel.
kindje. Dat is hij wel. Hij lijkt precies op degene die we hebben afgepakt. Wat? Wat? Doei. Begin maar met praten. Je ziet er prachtig uit vandaag. Over het dekentje. Oké, ik weet waar die is, maar je gaat het nooit geloven. Ligt hij bij Colosso? Ja, schat. Oh, komen jullie gezellig kijken naar mijn knuffelfeestje. Knuffel, 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 knuffel. Colosso, geef dat dekentje terug of ik pak hem hoogstpersoonlijk van je af. Dat heb ik al geprobeerd. En als een Thunderman die kooi niet open krijgt, gaat het niemand lukken. Dat is niet eerlijk. Jij hebt de elektriciteitskrachten. Alsjeblieft, Chloe. Tekentje! Ah, dat is thuiskomen. Ik mis mijn dekentje. Rustig jij, dokter Konijn. Nee, ik mis mijn dekentje! Klonk ik ook zo de hele tijd? Ja, als je niet bezig was met onze meubels teleporteren naar... Waar eigenlijk? Abu Dhabi. Voor ik een schurk uitschakel, rek ik altijd even mijn super hamstrings. Oké, opa, Colosso is hier, maar pap heeft hem in een konijn veranderd. Ja, hij zit in een vieze kooi en Max een vieze lab, wat veel erger is dan een cel. Jullie houden hem daar vast. Dan vlieg ik naar huis voor mijn detentiezone-transporter. Oh, mijn tandenborstel was ik ook vergeten. Sergeant Thunder vliegt weg! Oh, dat is papa van hem. Ja, fascinerend. Mijn beste vriend is een levensgevaar. Misschien valt die detentiezone wel mee. Jij zat je halve leven vast en je kwam ook goed terecht, toch? Vlieg met Colosso Airlines. Colosso, dit is geen grapje. Je moet hier nu meteen weg. Ja, je hoort wel wanneer je weer veilig naar huis kunt, oké? Dat zal jouw worst zijn. Jij kwekte je mond voorbij, mondkwekker. Ik deed het niet expres. Oh ja, het vloepte er per ongeluk uit, net toen opa alle aandacht schonk aan mij. Ja, het klinkt heel erg als je het zo zegt. Colosso, dit album krijg je als aandenken aan mij. Ah, dank je, Max. Ik zal het veilig opbergen. Er is geen plek in het vliegtuigje voor. En doorgeslikt. Stewardessen, klaarmaken voor vertrek. Colosso is wel veilig. Als opa terug is, zeggen we... Oh, help, wat gebeurt er boven? Waar staat dat op? Opa! De vlucht van dat konijn gaat niet door. Zet je schrap voor de klok! Welkom in Schaaldorp. En de lokale tijd is... Auw. Ik verban jou naar de detentiezone. Hasta la vista, Flappy. Opa, nee. Dit mag je niet doen. Colosso is mijn beste vriend. Echt waar? Dat verandert alles. Hasta la vista, kleinzoon. Heb je ook zulke vriendjes? Nee, sergeant. Sorry, opa. Waarvoor? Voor dit. Phoebe, niet... Nu red ik Max en Colosso. Oh, mams lievelingskussen. Ik verlies alles wat ze lief heeft vandaag. Oh, mooi, mams kussen. In een cel vol psychopaten. Ugh, de cel gaat hard achteruit. Zo te zien heeft sergeant Thunder druk vandaag. Naam? Phoebe, maar ga eigenlijk... zitten. Kan ik u even... Zet! De les voor vandaag is dezelfde les die we elke dag leren. Hoe gedraag ik mij niet als superschurk? Hey, wat doe je hier? Ik kom je bevrijden. En hiermee open ik dat. Phoebe, stop dat weg voor de cipieren... Opslurp met haar supergore slangentong. Oh, dat is het. Ik kan jullie redden.
dat gekots ga ik ook over mijn nek. Nee, Phoebe, hij kotst ons hieruit. Klaar. Gelukkig had ik de foto's nog. Oh, met uw blote handen? Geef niks, ik ga straks toch vervellen. Wauw. Jullie zijn echt zo'n kleinkinderen. Mijn excuses. Als jullie thuis zijn, willen jullie dan tegen opa zeggen dat Lizzie lief voor jullie was? Oh, nu is het opeens Lizzie. Wacht, mag dokter Colosso mee? Oh nee, hij is echt een superschurk. Hij blijft hier. We komen terug, Colosso. Waar is hij? Hij is de deur uitgeglipt. Bedoel je zo? Oh, mijn moeders kussen. Sorry, ik moest terug voor mams lievelingskussen. Dat is paps een billen kussen. Dus ik zeg jullie sup. Waarom ben ik hier? Jullie kinderen sleuren me uit mijn toespraak voor het superheldencongres. Sorry, maar we hebben echt wat verzoekjes die heel, heel belangrijk zijn. Ja, ik wil mijn rakethaai. Mijn antwoord is hetzelfde als de vorige 10 keer. Echt nooit. Heeft u dan misschien nog nagedacht over mijn 300 verzoekjes om Cherry te benoemen tot mijn assistent? Ik ga weer voordat er nog iemand is die wat van mij wil. Maar we willen bij het C-Corps en ons helpen hoort bij uw baan. Misschien wil ik deze baan wel niet meer. Maar de voorzitter kan niet zomaar stoppen. Let op, ik kap ermee. Wow, ik had jullie verboden de voorzitter te bellen. Nou, ze mogen jou bellen, want jij bent de nieuwe voorzitter van de Heldenbond. Ik? Gewone burger kickbutt uit. Psst, Chloe, sta maar naar huis. Nadat u bent beëdigd, neemt u een hap van de inaugurele taart. Oeh, mijn maag is klaar om te dienen. Supervoorzitters nemen al zo'n 200 jaar een ceremoniële hap uit de taart. Is hij al 200 jaar? Hopelijk zit er een godzakje bij. Oh, daar is hij al, onder die klos. Oh, ik ben zo weer terug. Ik vergeet het Heldenbond handboek. Mijn hoofd lijkt wel een vergiet. Ik moet je eens vertellen. Je hebt hem al. Ik heb hem al op. Oh. Hoe? Wanneer? Oh, ik heb zoveel vragen. Maar ik kwam van de wc en toen stond hij daar. Ik dacht dat je gewoon mocht pakken. Denk je er zo over? Gratis taart. Het is dikveel. Ik ben nieuw in de politiek. Je wil geen schandaal op je eerste dag. Straks ben je de slechtste voorzitter ooit. Je hebt gelijk. Dit moet absoluut de doofpot in. Ik wil niet bekend staan als voorzitter taartpunt. De ceremonie kan beginnen. Mm. Meneer Thunderman, leg nu uw hand op het handboek van de Heldenbond. Zet u hierbij de Heldenbond te dienen met de uiterste eerlijkheid en integriteit? Tuurlijk, hoezo? Wat heb je gehoord? Dat zweer ik. Gefeliciteerd, meneer de supervoorzitter. En nu taart eten, mensen. Iets bedenken. Laat die taart maar zitten. Leuk weetje over de nieuwe voorzitter. Ik ben een gezondheidsfreak. Onzin. Het is traditie om een dun plakje te eten van de 3-laagse botercrème. Oh, help, de hele taart is al op. Dit op zijn geweten heeft, is een vijand van de Heldenbond. Meneer voorzitter, stelt u een onderzoek in om de taart te eten te pakken? Ja, tuurlijk doe ik dat. Die vuile dief zal boeten voor het eten van die botercrème taart met chocolaatjes en een verfijnde vleugjes. Begrijp het, voorzitter. We zullen geen van beiden rusten tot we de onbekende hebben van wie niemand de identiteit weet. Pap is de dader toch? Zeker weten. Meneer, ik heb nieuws over het onderzoek en eerlijk gezegd, ik ben teleurgesteld. Oh nee, het is zover, Barb. Alles wijst erop dat de dader een wild beest was. Echt waar? Hoe kom je daarbij? Alleen een hondsdol beest kan een taart zo naar binnen schrokken. Alles zat onder de haren, het speeksel en klauwen. Oké, bedankt voor de update. Goh, dat scheelde niks. Ik wil dit vieren, maar tegelijk heb ik spijt van die leugen. Ik ook. Maar er komt geen schandaal en het gaat voor altijd in de doofpot. Of er moet al iemand gefilmd hebben dat jij die taart staat te eten. Oh, kom op! Als u mijn ei
bewijs niet inwilligt, stuur ik dit filmpje naar de pers. Zat er botercrème in je oor? Het is overal, Barb. Echt overal. Wil ik u melden dat ik de taart heb opgegeten? Huh? Nou, is dat wel zo'n schok voor de zaal? Het spijt me, mensen. Ik weet dat ik u teleurgesteld heb, maar het voorzitterschap is echt heel, heel zwaar. Dat had ik je ook wel kunnen zeggen. Kijk maar eens terug. Onze smeekbeer heeft uw hart geraakt. Had je gedroomd? De afgezant vertelde dat Henk als een baby lag te grienen op een glijbaan. Zijn woorden, niet de mijne. Ik geef het eerlijk toe. Ik wist dat ik terug moest komen als voorzitter. Tenminste, als Henk bereid is af te treden. Ja, ik treed af. Oh, het is voorbij. Het is voorbij, lieve.